Als het goed is, ja, dan gaan we het nog een keer opnieuw doen. Oké. Ja, dus we zijn nou, volgens mij, ze kunnen ons nu wel horen. We doen de intro nu anders, want het gaat lekker met de podcast. En ik loop centjes mis, ja. Omdat ik muziek gebruik die niet voor mij is in het begin. En volgens mij kunnen mensen ons nu zien. Hey, hallo, goedenavond. Ja, ik weet alles van dingen gebruiken die niet voor jou zijn, dat je dan dingen misloopt. Nou, je slaat gelijk. Nou mensen, we gooien hem gelijk erin. Goeie basis, ik heb een bijzondere gast... vandaag. En ja, hij zit hier. Hij heeft Shola, moi, Eendevanger, Michel Vellema. Ja, waar kennen we hem van? Natuurlijk van de leuke memes en de grappige humor en alles. En daar gaan we straks allemaal naar kijken, naar zijn sites en op YouTube, wat hij allemaal doet. Michel heeft een donkere kant van humor en die kan hij wel waarderen. En ja, soms gaat dat mis met dingetjes die je plaatst. Of dat vindt niet iedereen... Iedereen is daar happy mee. Patricia Pai was daar zeker niet happy mee. Want jij bent degene, dat zeggen ze dan, hè, dat de schuld is bij jou van het filmpje, het plassex filmpje van Patricia Pai. En ik denk dat we even een stukje gaan pakken van Boulevard. Is het daar een beetje goed mee samengevat? Ja, je zegt het helemaal goed. Ja. Michel, dan luisteren we even naar een stukje audio. Het bedrag wat er geëist wordt vind ik heel hoog. Had ik ook niet verwacht. Want je gaat je toch eens vergelijkbare zaken ga je ook verdiepen. En natuurlijk ook je... Via je advocaat krijg je het een en ander te horen. Bizar nog, het was iets wat er al was, zeg maar. Ik weet de voorgeschiedenis niet. Ik wist het, wij krijgen het via een mobiel nummer, krijgen we het binnen. Zo plaatsen wij al bijna, nou dit jaar 10 jaar, dat soort dingen allemaal. En hier ging de bom op los en daar kwam ik pas op de dag zelf achter, zeg maar, 's avonds. Dat ik gebeld werd dat ik op Binic was. En ik denk wel, als je op een gegeven moment een bepaalde voorbeeldfunctie in deze maatschappij hebt... dat je op bepaalde dingen wel op je tellen moet passen. En als zoiets een hype wordt gemaakt in de media, zeg maar, en je krijgt zoiets voor handen, op het moment dat ik het plaatste, geloofde ik niet dat het deze dame was. En ja, als dat achteraf wel zo blijkt te zijn. Kijk, het is niet bedoeld om iemand te schaden, laten we dat voorop stellen. Ja, ik weet niet, ik heb mevrouw alleen maar 1,5 jaar op tv gezien en het ging elke keer daarover. En er wordt over alles gespeculeerd dat mevrouw een psycholoog heeft gelopen. En, ja, wij hebben daar de bewijzen niet voor gezien. Wij weten dat niet en dat moet je allemaal maar geloven. En ja, wat de media vertelt, ja, is dat allemaal waar? Ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest. Ja, ik hoor. Is het gewoon een keertje goed geweest, zeg. Ja, dat is wat jij zegt, hè. Het is goed geweest. Nou, wij hebben vaker contact met elkaar. We kennen elkaar heel goed van Twitter. Hij galmt nou heel erg, Robin, maar... Maakt niet uit. Wij kennen elkaar van Twitter. We zijn bij de Roos van Johan Flemings. Uiteraard, ja, dat was ook gezellig. Ja. Johan Flemings geweest. En ja. En ja, we zijn even een beetje audio aan het trainen. Ja. En ja, we hebben afgesproken. Hey, laten we eens gaan zitten met de podcast. En er is veel op jou afgekomen. Mensen realiseren zich dat misschien helemaal niet. Dat voor de mensen die hebben het gezien. Dus, ja, paai, rechtszaak, plassex filmpje. Voor de een is het lachen, de ander leuk, de ander niet. Maar voor jou heeft het wel behoorlijk wat gevolgen gehad, toch? Ja, kijk, we krijgen allemaal filmpjes dagelijks toegestuurd via de WhatsApp, via vrienden, via dingen. Laat wat meer in de mic als je ja, we vinden het allemaal hartstikke leuk. We lachen er allemaal om. Zijn het celebrities of dingen? Dat zijn mensen ook vaak. Ja, is die zo goed? Ja, zo is het goed, man. Zijn mensen ook heel vatbaar voor? Vaak zijn het ook fake dingen en dat soort dingen eromheen ook natuurlijk. Ik wist het nu ook niet. Kijk, ik ben geen boulevardkijker. Gelukkig niet. Dan had ik ook niet hetgene gedaan wat ik nu doe natuurlijk. Heel Nederland was daarmee bezig. Ja, dan moet je maar net de Telegraaf gelezen hebben of dat soort bladen waar het dan echt in stond. Het is helemaal gehyped en het is ook gehyped op zo'n manier van ja, we weten dat het er is. Het komt voorbij, maar je mag er niet naar kijken. Ja, wat ga je dan creëren? Mensen willen daar sowieso naar kijken. En op het moment dat ik dit in handen kreeg, had ik zoiets, ja tuurlijk joh. En ik heb dat heel snel even geplaatst terwijl ik aan het werk was. Ja, toen ging het hele bommetje ging het los. Was het slim? Nee, tuurlijk was het niet slim. Maar ik dacht op een gesloten platform op dat moment, omdat ik niet wist hoe Twitter werkte. Ja, dat liep op dat moment liep dat even anders. En, ja, toen had ik duizenden mailtjes en nieuwe leden na zoveel uur. En toen begon bij mij een lampje te branden van, voor mij is het niet what helemaal besloten, zeg maar. What the fuck. Ja, ja, ik hoorde een aantal samenloop van omstandigheden waardoor het allemaal misgaat. Beetje zoals de Titanic, hè. Er waren ook ongelooflijk veel onvoorziene omstandigheden die tot die avond samenkwamen, door die ramp zo is gelopen. En ik denk dat voor jou dat misschien ook zo is, dat tot een ramp is gekomen. Want ik hoorde je ook bij Boulevard zeggen... Maar ik ging aan die deur, hè? Ik lag niet op die deur. Nee. jij was Leonardo. Ja, dat was... en ja. Er geen stijl lag op het die lag op de deur. Ding. Precies, was Kate en jij was een van gedachten. Die kan prima zwemmen, die Ja, die zak wel weg.
Een vierpak vol met olie zo ongeveer. Ja, ja. Ik weet, we kunnen er. We hebben net al gesproken. En je, ik vind hoe je ermee omgaat ongelooflijk. Maar ik weet dat je echt wel in een benarde situatie zit. En dat is. Dat mensen zijn zich niet altijd bewust van wat het gevolgen voor jou is geweest. En ik kan me voorstellen dat de mensen nu zijn. Ja, die dat maar niet moeten plaatsen. Weet je, maar ja, jij zegt ook. Ja, een aantal dingen. Eén, ik hoor je ook zeggen bij Boulevard. Ja, je kunt eigenlijk niet geloven dat paai is. Dus het zal wel. Maar ja, dat maakt misschien nog niet eens uit of het paai wel of niet is. Jij ziet een grappig filmpje. Kijk, je moet dat die voorgaande dagen daarvoor moet je echt Boulevard gekeken hebben. Dan had je echt geweten van, joh, luister, dat is er nu gaande in Nederland. En daar zijn mensen mee bezig. Maar het ging ook op 35. Het is mij ook totaal helemaal niet opgevallen, zeg maar. Wanneer kwam het moment dat je dacht van, want je zegt dat we allemaal duizenden mailtjes en shit binnen en leden. Wanneer was het bij jou het moment van... Ja, ik was mijn account kwijt op Twitter. Dus ik had niet eens 1-1 bij elkaar. Want ik was op dat moment aan het werk. Ik stond aan de andere kant van Nederland. Ik denk, weg. Nou, nieuw account aanmaken. En dan kom had je een puntje verkeerd. Nieuw account, hop, weer het filmpje erop. En dat bleef en dat was ook weer weg dat ik naar huis ging. En ik moest 2 uur moest ik rijden naar huis toe. Toen was ik s'avonds thuis. En toen belde een vriend van mij op. Joh, zet, kijk even op Nederland 1. En toen ik net een slok van mijn drinken nam, zag ik mijn eigen logo bij Jinek voorbij komen. En toen dacht ik, dat is toch een beetje anders gelopen dan... Kijk, tuurlijk wil je altijd met dat soort sites leuke dingen hebben, waardoor je een hoop likes en dingen en om het bekendheid te krijgen. Maar dit is echt bizar hoe zoiets kan lopen. Dat was echt een domino effect gewoon. Ja. En om dat filmpje. Maar dan achteraf blijkt dus ook, we mogen het wel elkaar allemaal sturen. Al heb je honderden mensen in WhatsApp geroepen. We mogen het allemaal doorsturen naar elkaar. Maar omdat dit dan publiekelijk was, wat ik dacht van niet. Nou ja, daar ben ik dus op de harde manier achter gekomen. Publiekelijk persoon? Of, nee, dat je het openbaar zet, zodat ook anderen erbij kunnen, ja, zeg maar. Ja. Dus gewoon op social media. Ja, dan wordt het weer een ander verhaaltje. En je mag het dus allemaal wel sturen, want iedereen ging het van zijn telefoon verwijderen. En ja, daar komt de politie. Want mensen hadden echt angst daardoor ook gewoon, zeg maar. Maar dat, je mag het nog steeds op je telefoon doen. Je mag het ook doorsturen. Je mag het alleen niet op je privéprofielen zetten, zodat andere mensen dat kunnen zien, zeg maar. Want dan is het openbaar. Ja, ja, en dan ja. Komt er weer naar het uitzicht om de hoek zeilen, zeg maar. Dat is eigenlijk het hele verhaal wat eraan vast gekoppeld zat. Dat filmpje zelf. Ja, ik werd er niet echt persoonlijk warm of koud van, als ik heel eerlijk mag wezen. Ja, nee, ik heb het filmpje ook gezien en ik ga het hier absoluut niet laten zien. Dat is ook even... Nee, maar dat heeft ook helemaal geen zin. Het heeft al genoeg ellende opgeleverd, maar ook zo werk ik hier niet. Ja. Maar achteraf denk je van, fuck, had ik het maar niet gedeeld? Of denk je, ja, fuck, als het volgende keer zo een krijgt, gaat hij gewoon weer erop. Ja, maar je had het niet in kunnen. Kijk, we hebben toen de tijd is ook. Manon Thomas had je vroeger, die was heel bekend op tv. Dat was Willens en Wetens. Die had iemand pikante foto's uit haar huis gestolen en dat soort dingen allemaal. Dat was Willens en Wetens en bewust. Maar toen was de social media ook nog niet. En dit is zo gehyped door elke nieuwsgroep die er maar was. Dat zij in die positie en dat... Mensen werden al helemaal gek gemaakt. En dan ga je juist een hype creëren. En dan wordt het heel erg gemaakt. Maar ik denk niet dat je dat van tevoren kan voorspellen. Want hetzelfde geldt dat heel Nederland gedacht van, ja, lekker belangrijk. Had iemand er naar omgekeken. En nou, nu werd het gedeeld. En nu is het... Maar als ze er van tevoren niet zoveel aandacht aan hadden besteed, had ik ook nooit verwacht dat het zo had gelopen. Denk je dat als je het een tweede keer... als je het niet de tweede keer had gedeeld, dat er dan misschien wat coulanter met je was omgegaan? Of anders met je was omgegaan? Nee, dat hebben ze niet eens. Nee, er is naar één account gekeken ook voor de rest. Ook met de rechtszaken en dat soort dingen. Er is wel even lichtelijk over gesproken. Maar het feit lag daar al zelf. Dus dan ben je eigenlijk ben je al de pineut, zeg maar. Dus eigenlijk was er al is er al een zaak gebouwd voordat tegen jou is gezegd van, oké, luister vriend, ga nou die dingen verwijderen. Er is niks verwijderd. Het eerste profiel wat verwijderd werd, is wel ja dat er iets op stond wat niet mocht. Maar ja, ik had zoveel mailtjes en aanmeldingen. Zie daar maar die juiste mail tussen vandaan te vogelen, zeg maar, om te gaan kijken waar die vandaan komt. Dat wist ik op dat moment ook niet. En toen bleek later dat het daarom gaat. Ja, dat is dan logisch, maar ja, dat het zo gehyped is, ja, dat is... Ik denk echt dat de media het allemaal zelf gedaan heeft. En zij zelf ook natuurlijk. Want ze zijn natuurlijk ook helemaal naar buiten gekomen ermee. Maar ja, ik denk dat het daar alleen maar interessanter doorgemaakt is, zeg maar. En je ziet het gewoon nog, hè. Want mensen sturen het gewoon nog door. We hebben natuurlijk dat nummer bijeen te vangen waar mensen allemaal filmpjes en dingen die ze zelf niet durven te plaatsen op kunnen doorsturen.
Ja, dan krijg ik nog steeds... Omdat maandelijks... die motherfuckers denken, dan krijg ik problemen. Ja, maandelijks gewoon binnen, zeg maar. Ja, het mooie was ook, ik was niet de eerste. Hè. Kijk, de dag daarna heb ik mezelf al politiebureau gemeld, omdat ik wist dat ik er problemen mee zou krijgen. Omdat het zo gehyped was en door de taal die er gesproken werd in het programma Jinek, door Peter R. de Vries en dat soort dingen allemaal. Ik heb het ook geretweet en commentaar erop gezet, weet je, shit. Ja, maar ja, kijk, als je ook naar BN Nederland kijkt, eerst lachten ze erom en later zaten ze beiden om het te steunen in deze tijd. Dan denk ik, ja, weet je het al of niet? Ja, het is ja. Maar op dat moment dachten wij echt van, ja, nou ja, het is toch wel heftig. Ik denk dat het twee kanten is. Eén, dat de media in eerste instantie, die zijn niet met jou bezig. Die zijn met, oh, er is een plassex-filmpje van Patricia Pai. En ik kan Pai begrijpen, die is boos natuurlijk. Die wil dat niet dat het naar buiten komt. Ik heb jou ook horen zeggen, maar ja, luister, als jij, en dat zeg je bij Boulevard ook, als jij een bepaalde bekendheid bent, ja, dan let een beetje op met wat je doet. Ja, ja, ik zit daar zelf ook mee in dubio. Ja, dat klopt. Je moet ook een beetje opletten met, denk ik, met wat je doet. Maar dat zou niet de regel moeten zijn. Daar ben ik van mening. Ja. Ja, zij moet kunnen doen wat ze willen. Als zij lekker in de bek worden gepist of worden gescheten, ja, dan moet dat kunnen. Ja. Dan komt de tweede, hè. En als het dan gelekt wordt, ja, dan komen dan de... Toepasselijk ook. Ja, gelekt. Dan komen ik... Robin, kun jij het dingetje naar beneden doen, alsjeblieft? Het glinstert een beetje op de achtergrond. De raam, we hebben het dingetje niet naar beneden. Maakt niet uit. Pakken we zo... Yes. Kijk eens. Ja. Misschien dat dan de ethiek, de dilemma's een beetje komen van... Fuck, moet ik dit delen? Ja, nee. Ja, maar het is ook een moment in het nieuws. Hè. Kijk, het is een beetje heel grof gezegd. Maar had er op dat moment ergens iets in Europa gebeurd? Kijk, hoeveel school shootings heb je niet in Amerika? Het is daar dagelijks op tv. Wij zien daar maar een fractie van wat daar gebeurt, zeg maar. Mm. Stel, er had iets heel extreems in Europa gebeurd, of weet ik van wat allemaal, dan had dat nooit zoveel op de voorgrond. Er is op dat moment ook geen ander nieuws geweest. Hè? En dan pakken ze dat en dan bijt iedereen zich erin vast. Het is ook weer een kwestie van timing natuurlijk. En van de boel hypen. Want kijk, als er iets heel ergens anders had gebeurd, dan had het ook nooit zo'n vaart gelopen. Maar ja, ze zijn er onderwijl ook echt weken mee bezig geweest. En dat was ook echt bijna dagelijks op tv, was er wel wat over te vertellen, zeg maar. Maar ja, op een gegeven moment is het wel, van klaar zou je toch wel denken. Maar ja, wanneer wist je bijvoorbeeld van, kut, dit gaat gevolg hebben? Toen je brief kreeg van een advocaat dat je gedagvaard werd? Nee. Of dat de politie bij je binnenkwam gestuiterd? Nee. Avond had ik al zoiets van, nou ja, ik had meerdere mensen op de social media en beheer zitten. Ook mensen met gezinnen en bedrijven en dat soort dingen allemaal. Dus die wou ik dan uit de luw te houden. Want ja, ik weet niet hoe snel ze erachter kunnen komen. Facebook blijkt best wel heel moeilijk te zijn om dat soort gegevens vrij te geven, zeg maar. Dus ik ben een dag daarna, heb ik mezelf al bij de politie gebeld. Wil luisteren, als jullie diegene zoeken, ik ben het, dat is de website, dit is mijn nummer, daar zit ik. Bel me. Ja. En ik heb gewoon 3 weken niks gehoord, totdat de media alles weer op ging rakelen. En mevrouw Pai zelf zei dat justitie niks deed. Toen stonden ze in één keer binnen 48 uur met 17 man politie bij ons binnen 's morgens. Ja, is natuurlijk te zot voor woorden. Stering, even dat ik de tijdlijn helder heb. Ja. Filmpje wordt geplaatst. Poep, jouw account wordt eraf gegooid. Daarna, je weet niet wat er aan de hand is. Wordt nog een keer geplaatst. Ja, dag 1 is dat. Ja, daarna komt maat van je belt. Zelfde dag nog. Check Jinek. Duizenden mailtjes op een gegeven moment. Een leden aan hem mogen. Ja. Oh, fuck. Dan jij dag erna melden bij politie. Gelijk indekken. Gelijk overal. Ja. Hebben jullie je weet, oh jee, er is iets aan de hand. Ja. Dan moet je wat mee doen. En ja. Of dat indekken is of wat, dat denk ik, dat maakt niet zoveel uit. Het is voor jou... Er gebeurt iets, ik moet er wat mee doen en open eerlijk. Ja, als mensen al beginnen met ja, die moeten mensen opgepakt worden en er moeten sancties op staan en weet ik wat. Ja, dan weet je al dat er iets aan de hand is. Kijk, als je je dan gaat melden, dan verwacht je gewoon op een gegeven moment dat je gehoord gaat worden of gehaald of weet ik van wat. Maar ze weten in ieder geval op dat moment waar je zit. En dat was, ja, dus dat heb je hebt het bekendgemaakt. Dus eigenlijk de politie had moeten weten van, nou jongens, ik heb dit geplaatst. Als je zegt de mensen uit de luw te houden, dan neem ik aan dat je, ik doe even een aanname, dat de mensen die via Eende Vangen, via de site, dingetjes aan jou posten via het nummer. Nee, jij beheert zo'n pagina of zo'n groep beheer jij. En vaak doen ze dat met meerdere beheerders. Want als jij iets van 10.000 leden hebt, dan kun je dat nooit allemaal in je eentje doen. Dus als we bijvoorbeeld, je hebt nu even de groep Eende Vangen meme, toch? Heb je het ook, laat maar eens even zien, dan pakken we die erbij. Zo...
Zo'n groep heb je het over, toch? Dat is een pagina, zeg maar. Maar daar zit ik ook met twee andere beheerders zit ik daarin nu, zeg maar. Ja. Ik ben degene die... Ik hem. Ik denk al, jezus, gaat er niet voor 300 zoveel maken. Nee. Jij bent met iemand beheer je die site. Ja, tuurlijk. Dat kun je nooit alleen doen. Ah, ik snap het, want ik doe Facebook. Jij hebt ook daar. Kan ook op mijn Facebook, zeg maar. Ja, maar dat is je persoonlijke profiel. Juist, hij is medebeheerder, dus ik doe dat niet alleen. Mijn neefje ook. Nee, maar als jullie vrienden van mij zijn, jullie zitten bij mij op de pagina of in de groep, één van beide. Heb je, hè? Welke pagina? Als je naar mijn site gaat, dus naar een post wat ik heb gedaan, mijn laatste post. Als je daar kun je via, daar heb ik hem in getagd. Hij stond boven, boven je zoekgeschiedenis, zag ik net even heel snel. Ja. Ja, daar, dat is geloof ik de ding. Dat pakt hij mee. Ja, deze. Ja, dus deze dingen. Vertrouw je voor geen anderhalve meter. Leuk, toepasselijk man. Nu, toch? Maar oké, dit is dan zo'n site, ja klopt, dat heb ik ook. Dit is hetzelfde als zeg maar Kinderbak Podcast. Dat is een ondernemers site, zeg maar. Ja, juist, daar kun je ook dingen promoten en zo. Ja, oké, klopt, maar jij hoeft dat niet alleen zelf te doen. Als je zegt tegen hem van, joh luister, kun je mij daarmee helpen? Of kun je altijd dingen voor mij inzien of backup als ik op vakantie ben? Nee, dat snap ik, dat heb ik ook. Dat heb ik met Robin ook. Hij hoeft niet in te loggen op jouw profiel, hè? Hij kan met zijn profiel, kun je hem gewoon toevoegen daarop, op dat hele platform. Juist, hij kan erop en mijn broertje kan er ook op. Ja. Dus we zitten dat eigenlijk met drie man. Ja, maar oké, met jouw profiel. Mijn profiel, ja. Ja, maar dat hoeft niet. Jij kan hun gewoon persoonlijk erin zitten. Ja, oké, maar goed, maar om het verhaal duidelijk te hebben, nou begrijp ik je veel beter. Dus stel voor, ik plaats iets geks en de stront komt over me heen, zeg maar. Dan zou ik hetzelfde wat jij hebt gedaan, kan ik zeggen, oké, jongens, Robin, mijn broertje, ook Michel. Michel, luister, dit is er aan de hand. Dit is op onze site. Wij drie beheren dat. Ik ga naar de politie. Ik zeg, hey, jongens, ik ben hoofdbeheerder. Het gaat, ja. Ja. Helder. Ja. Ja, jij bent, kijk, als je degene bent die al die stront over zich heen trekt. Al en dan zijn dat ook met hele grove grappen en dingen. Hè. Mensen natuurlijk, sommigen zijn heel lichtgevoelig. Ja. Dat ligt dan denk ik aan de dag van de maand. Want een dag later kunnen ze wel met dezelfde grap lachen. Het is wel een beetje de tijd waarin we leven natuurlijk. Ja, dan trek je alle mensen uit de luwte vandaan. Jij bent degene die op dat moment veroorzaakt heeft. En daarom ben ik daar ook heen gegaan. Ja. En daar is nooit een reactie op geweest. Totdat alles weer in de media opgerakeld werd. En justitie doet niks. Die spanningsboog komt. Boom, 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 boom. Paai is niet tevreden. Logisch. Ja. Er is een filmpje van mij uit. Die begint te drukken. Ja, maar dat was met ook weer advocaten. Dat was op dat moment natuurlijk ook weer geen ander interessant nieuws. Omdat natuurlijk elke mediagroep die dachten we erop dook, had er weer iets anders. Voor mij maakt het niet uit. Want zodra de media op Patricia Paai kan duiken, doen ze dat. Ja, dat is... Nu wel, ja. Wanneer was het? Misschien was het in de komkommertijd. Dan is het helemaal, weet je. Dat is rond juni, juli, augustus. Dat is komkommertijd, toch? Ja, nee. Dit was wel eerder. Februari, maart spreken we over die konterij alweer. Oh jee, dan heeft iedereen helemaal niemand wat te doen. Nee, daarom. Dat bedoel ik. Ja. Dat bedoel ik. Dat ga je dus dat, maar dat voor mij, Mich, is dat een stukje pech. Ja. Pech voor jou. Maar dat betekent... Niet minder waar is dat die spanningsboog, die wordt groter. En de druk op de politie, op justitie wordt groter. Weg, hè? Dat is het mooie. Het ebt eigenlijk alweer weg, tot op een gegeven moment daardoor de media weer opgezocht werd. En toen in één keer binnen 48 uur, toen ging in één keer alles knallen. Ja, waarom? Dat stond ook in de dossiers. Waarom kom je in godsnaam met 17 man, terwijl ik me al gemeld heb? Ben jij vuurwapengevaarlijk? Heb je geweldsdelict gepleegd? Vrouwtjes beroofd? Of, dus politie heeft uiteindelijk, omdat de media... Op een gegeven moment kwam het weer dus heel erg terug. Ja. En toen is gewoon politie met 17 man bij jou, bam, binnengevallen. Ja, 17 man. En zelfs de onderofficier, de gewone officier. Heb je vriendin, kinderen? Toen had ik ze nog, ja. Vriendin. Dat liep niet al te best. En dat was wel het laatste setje. Maar ja, als jij uit je nachtdienst vandaan komt en er staat 17 man in een vierkamer appartementje, dan word je ook wel niet even vrolijk natuurlijk. Met twee kinderen erbij. Ze hebben het heel netjes opgepakt. Hè? Dat moet dan wel zeggen. Maar waarom moet je met 17 man een huis betreden? Waarom moet dat huis ondersteboven getrokken worden? Puur alleen nou om de gegevensdragers van mij te willen hebben waar ik die sites mee doe. Ja, dat heb ik binnen 5 minuten al afgegeven. Dus ze hadden ook niks in het huis te zoeken. Ook zoiets. Ze zijn daar zo gedreven mee bezig geweest. Kijk, en dan nog. Kijk, het maakt voor het niet uit. En de veroordeling. Ik heb me er allemaal in vinden. Als je iets doet wat niet mag, dan moet je gewoon op de blaren zitten. Maar ik ben nu dan er tussenuit gepikt omdat natuurlijk geen stijl ons gedeeld had, zeg maar.
Maar daar waren, op het moment dat ik op politiebureau kwam, zag ik de dossiers al van 17, 18 andere profielen die het al veel eerder als mij gedeeld hadden, ook op een Twitter. Ja. Waarom zijn die mensen? Want ze, ja, ze doen eigenlijk in principe hetzelfde fout als wat ik begrijp je. Pak even een stukje van, moet je weer naar mijn Facebook post? Pak even een stukje erbij van de weekend. Kort stukje heb ik erbij geplaatst. Dan was het voor de mensen die... ik heb de podcast aangekondigd en dan konden ze zich even kort verdiepen. Oké, wat is het ook? Waar hebben we het ook alweer over? Dan heb ik een artikeltje geplaatst van de weekend, Robin. Van de weekend. Een van de blauwe linkjes bij die post. De een na laatste. Je mag, laat me gewoon een beeld zien wat je doet. Dan kan ik meekijken, joh. Ik vind het niet erg. Dus ja, of hij is een beetje traag vandaag, maakt niet uit. Ja. Zeg maar als je er is. Ja, is goed, joh. Dus dan kijken we dadelijk even naar. Nee, dat stoorde korte dingen. Waar ik naartoe wilde, was het stukje van Geen Stijl. Wat ik daar in dat stukje lees, is dat eigenlijk Geen Stijl, die hoeft niet op de blaren te zitten, omdat zij simpelweg een tweet van jou hebben opgepakt. Tuurlijk, ze hun in de voor mij is de TMG Mediagroep waar Telegraaf zou toe behoren, die waren al gewaarschuwd. Iedereen was gewaarschuwd al, doe dat gewoon niet. Ja, en eigenlijk hebben ze het eigenlijk heel clever gedaan door gewoon de link van mij te pakken en niet een op zich staand artikel te plaatsen, want dan had dus ik zelf wat de luwte geweest. Eigenlijk, dankjewel, dankjewel Robin. Je hebt een anders goed zo jongen goed gedaan. Dat is my boy. Even kijken. We gaan de komende 2 weken overleggen over schikking met Geen Stijl. En de man die zegt ze. En de man, dat ben jij niet. En de man. Ja. Nou kijk, de paai website op de man achter een te vangen. Ja. Wat te zien is dat ze... zangeres, ja, prima. Goed, de paai wil gestraft worden. Waar ik naartoe vind, dus ik heb even... Ja, hier, de video vorig jaar meteen viraal op social media. Geen Stijl verwees, ja, is... Die ging linken. Ja, dus ja. Mag ik het zo, zo zeggen? Ja, dat eigenlijk de grote mediagroepen, die zijn wat meer bedreven deze dingen hebben. Ja, vroeger wat vaker dingetjes geplaatst, waardoor ze rechtszaken hadden. Ja, precies. En hey, een de vanger die snijdt dit niet helemaal hoe dit gaat. Nee, klopt. Ja. En die hebben eigenlijk misbruik gemaakt van jouw onwetendheid. Zou dat kunnen? Ja, weet je wat het is? Had ik het niet geweest, dat er een ander is geweest. Kijk, precies. Dat werd er een tweede keer gebeuren. Maar het is, in principe is het natuurlijk heel clever hoe die jongens dat natuurlijk gedaan hebben. En ik ben nooit in die know-how geweest. Maar in het begin had ik al zoiets, is zij het? Nou, het zal wel. En we plaatsen het erop. En ik wist dat ook echt niet. Ja, dat achteraf niet zo ingesteld staat. Ja, dat is iets mijn eigen domschuld geweest. Ik kan nou beginnen het ook weer een beetje te dagen. Ik kan mij ook herinneren dat er eerst nog een heel ding was. Nee, dat is niet paai. Dat is helemaal niet waar. Want je kan het eigenlijk niet geloven dat die shit gebeurt. Nee, het is toch te bizar voor woorden. Dat is, man. Nee, maar dat verwacht je toch ook niet. Maar het is wel iemand die tegen de 70 aan ging of zo, die dan dat soort dingen. Kijk, dat ze boven de 60 nog eens een keer in de Playboy staan en zo. Dat vind ik al, dat vind ik knap, man. Ja, dat was toen iets met wie was dat nou? Hey, fuck it, ik zou er gewoon doen. Ja. Ik zou er nu nog doen. Wie was dat toen? Theo Maassen, die was toen op een gegeven moment... Oh, bij de wereld draait door. Met die necrofilie of zo, dat hij die er helemaal gekoppeld had. Dat was natuurlijk ook weer een hele rel. Ja, pak eens dat stukje, Robin. Ja, van Theo Maassen maakt Patricia kapot bij de wereld draait door. Ja, klopt. Ja, hij gaat dan helemaal los dat zij niet meer in de Playboy mag staan. Hè? Ja, maar jij hebt hem gezien. Ja, met make-up. Ik heb haar het echt gezien, hoor. Als jij dat zou willen doen, dan... Ik hoef niet eens toe te kijken. Ik ben toch wel ruimdenkend wat dat betreft. Maar ze is ook echt wel wat aan de ouderlijke kant hoor nu. Dat maakt niet uit. Ik hou ervan als mensen gewoon nog blijven leven. Ja, dingen blijven doen. Jong proberen te blijven. Ik denk als ik 60 ben, dan wil ik ook nog jong zijn. Ja, maar ik vind de oude fiets ook niet verkeerd. Maar als ze nog asbest remmen opzetten, dan ben ik ook al klaar eigenlijk. Gewoon. De ketting moet nog goed gesmeerd zijn. Juist, dat bedoel ik, ja. Er zijn jonge jongens, die moeten dat af en toe smeren. Maar dit was zo'n, met zo'n één groot wiel voor en zo'n kleintje achter. Een beetje dat... Die makelij. Een vraag van Patricia. Nee, niet laten zien. Niet laten zien, audio alleen. Ja, een vriend van mij die is necrofiel. En ik denk dat hij het wel zou kunnen waarderen. Ja. Dit is beledigend. Dit is echt Theo, je biedt nu excuses aan. Nou, absoluut niet. Nee, mijn excuses, kom nou. Dit is gewoon aandacht vragen wat je nu doet. Ja, wel waar. Jawel. Nee, maar kom op, zij. Oh ja. Dit is gewoon... Dat zijn die dingen wel zo goed.
Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel, Robin. Dat ja, zijn iets, ja, met vrij, de uiting ook, wat jij ook doet al steeds en dat soort dingen allemaal. Ja. En ook op social media, iedereen heeft maar een mening. Iedereen vindt maar wat, iedereen bedrijft. Ze hebben het allemaal over, ze hebben allemaal een bepaald moraal, maar ze gaan vervolgens wel jou zitten bedreigen. Dus die hele statement die je wil maken, die gooi je eigenlijk gelijk over onderuit. Maar dit soort dingen moet je toch kunnen zeggen, je moet zelf toch om dingen kunnen lachen. Dat is goed dat je daarover hebt, want ja. Dat is extreem belangrijk. Zeker in deze tijd. Wij comedians, ik ben dan comedian. Ja, jij hebt ook wat in het verleden gedaan met comedy. Je doet comedy en je wil ook weer comedy gaan doen. Ja, dat wil ik ook. Als wij al niet meer het vrije woord hebben, dus kunnen zeggen wat we moeten, wat we willen zeggen. Dan is het eind dus, dan zijn we klaar. Ja, maar het is toch een hele rare maatschappij waarin we nu toch leven. Het is toch hetzelfde met een Zwarte Pieten discussie, weet ik veel wat. En dat gele blanke vla wel mag, maar andere weet ik veel, waar gaat het allemaal over? Ja. De hele wereld is toch gewoon helemaal gek aan dat worden. Ja, wat ik een beetje denk is dat, ik probeer het altijd wat groter te bekijken, wat uit te zoomen. Ik denk, als je de wereld hebt, daar is het internet al een paar jaar geland. En nu zijn we aan het ontdekken wat het internet allemaal kan en doet. En het heeft iedereen een stem gegeven. En het heeft minderheden een stem gegeven. En dat is goed. Dat is goed dat minderheden een stem hebben. Alleen die minderheden, er zijn ook die beginnen een beetje, ja, dat is goed, die hebben een stem, die kunnen zeggen wat ze willen, zeggen wat hun stoort. De andere mensen worden nou een beetje wakker, zo van, oh kut, ja, dat is niet goed. Die gaan dan vervolgens alles wat die persoon zegt, noem maar wat, in de LGBTQ community bijvoorbeeld, van, dat mag je niet meer zeggen over homo's, of en daarmee doe je een transgender, of een, dat is dus we zijn nu allemaal, eigenlijk zijn we aan het ontdekken, hoe moeten we iedereen die noemen en met alles omgaat, totdat iedereen tevreden is, dan gaan we erachter komen, ja, maar we krijgen niet iedereen tevreden. En dan gaan we gewoon weer terug, zoals, dat is mijn filosofie, hoor. Naar vroeger van, luister, we zijn tot zover met jullie meegegaan, ja? Er is een gay pride, ja, die moet ook straks weer normaal worden, hè, want dat is nou één groot carnavalsfeest aan het worden, wat helemaal de dingen is, maar goed, dat maakt niet uit. Om te vinden, en dat we straks zeggen van, doe normaal, ja. We houden echt rekening met je. Maar het heeft tijd nodig voordat wij hier niet meer gaan zitten. Zeggen fucking homo flikker. Weet je, ik moet er ook even aan wennen. Ja, maar weet je wat? Die mensen luisteren ook gewoon niet. Want als jij een bepaalde uitlating doet, dan is iemand die zich aangesproken voelt, die hoort al bij die minderheid. Terwijl je misschien helemaal niet eens over die persoon gesproken hebt. Ja, en vaak is het dat niet eens die minderheden hun mond open trekken. Nee, het is dan de persoon die ernaast staat. Bert Kreisner, even een goede Netflix, een comedian. Die vertelt dan, dan gaat hij naar de bar. En dan gaat hij een koffie bestellen. Maar die koffie is zwart. En er staat een zwarte jongen achter de bar. En dan zegt hij, ik wil, ik verneuk zijn grap. Nou, maakt niet uit, het gaat zo om de boodschap. Hij zegt van, hoe wilt u uw koffie, meneer? En dan zegt hij van, mijn koffie, die heeft geen vader. Weet je, die of een koffie die opgroeit zonder vader. Nou, daar bedoelt hij dus mee. Zwarte man, uiteraard, zwart. Ja. Is toch geweldig. En op een gegeven moment, geen melk erbij, nee. En dan komt het, dat gebeurt twee keer, dat gebeurt drie keer. En die zwarte man, die dacht, iedere dag ligt hij in een deuk. En op een gegeven moment, ik moet de clue eigenlijk niet zeggen. Op een gegeven moment komt er een witte, en dan is er een witte vrouw. En die witte vrouw, die hoorde op een gegeven moment van, wat zeg jij daar? Koffie zonder ding, of weet je, zwart, dat is beledigend ding. En die vinden, nee, het is hartstikke grappig, weet je. En dan zegt Bert Kreisner op een gegeven moment, zie je, en daarom wil ik er geen witte room op. Ja. Weet je? Ja. Maar wat ik daarmee wil aangeven, het gaat zich vaak, het zijn niet eens het zijn de andere mensen, de deugers tegenwoordig, hè, zoals we dat in zijn woord deugers, die zeggen van, dat mag je niet zeggen. Ja, naar buiten toe. Ja. Ja, precies. Want we maken het. Kijk, wat ik jou straks ook al vertelde. Wij staan op een verjaardag een leuk grapje in de hoek. En dan staan er en dan staan ze erop te lachen. Dan denk je, die mop ga ik op mijn Facebook zetten. Maar er zit dezelfde die hem vertelt en jou heeft. Of er heel hard op lachte, zeg op dat moment. Die gaat dan tegen jou op je Facebook zeggen. Ja, dat kun je echt niet maken. Ja, wat de hel. We kunnen alles ook een beetje te serieus gaan nemen nu, hè, op dit moment. Ja, precies. Ja. Of het filmpje van Pa helemaal afkijken. En daarna zeggen, ja, dat kan niet. Ja, dan had je meer erbij moeten leggen. Ja, ik heb hem niet helemaal af kunnen zien. Nee. Ja, daarom is dat gedeeld. Jij dacht van, ik wil hem missen. Ja. En toen, poef. Ja, ja, voor ongeluk, controle, alt-delete. Ja, maar wacht even. Ja, plaats maar. Ja. Nee, man. Ja, maar, dus, stoor je er ook aan? En dan dus het gevoeligheid in de maatschappij? Ik vind het een beetje te worden, zeg maar.
Ze zijn eigenlijk de hele wereld achter een toetsenbord aan het creëren. Zelfs de lelijkers, die gaan van billen elke week. Die hadden vroeger nooit van billen gegaan, hoor, zonder computer bij wijze van spreken. Omdat ze nou een stem hebben. Ja, precies. Nee, maar en dan hebben ze lef natuurlijk. Hè. Ze kunnen zich voordoen als een heel andere persoon, zeg maar. Maar het hele sociale wat je vroeger had, dat wordt steeds minder. Mensen leven gewoon via hun apparaten waar ze mee lopen tegenwoordig. Dat ga je steeds meer merken. En die mening, die zijn er wel. Want dan gaan ze wel tegen jou zeggen dat jij je niet goed gedraagt. Of dan gaan ze je wel terechtwijzen. Nee, doe dat bij mensen face-to-face. En ga een discussie aan. En ga daarmee een bepaald iets, een schakelblok of weet ik van wat, een struikelpunt aankaarten. Nee, dat doen mensen niet. Nee, maar ze gaan wel achter jouw rug om een ander lopen appen. Nou, wat hij nou zei. Hele rare maatschappij waarin we zitten nu. Ja, ik denk inderdaad. Zeker tegenwoordig. Ook bijvoorbeeld, ik haal het voorbeeld Twitter aan. Gisteren kwam ik erachter dat, ik weet niet of je haar kent, Prachtnegerin, Alicia. Ja, die met die gifjes, die oudere vrouw. Nee, dat is Verwend. Verwend Krijn, geweldig jongen. Zij heeft ook scheid aan de hele wereld, jongen. Bam. En iedere, al die haters. Ja. Hier, kusje jongens, heeft scheid aan. Ze gaat gewoon met een Feyenoord shirt. In de dingen slip, in de hartjes. Boeit er niks, ja. Daar hou ik van, jongen. Krijg je schijn. Maar die is gewoon lekker er zelf, gewoon. Ja, ik bedoel, Alicia Suarez. Ik heb haar altijd gevolgd. En was me niet eens opgevallen dat ik haar niet meer zag in mijn tijdlijn. Nou, blijkt, dus zie ik iets voorbij komen. Dit is een van de meest positieve mensen op Twitter. Dat is een zwarte dame. Ik geloof dat ze uit Colombia komt. Ze gaat vaak naar het zuiden, ze is Roda JC fan, serieus. Ja. En dialect en al erbij. Ja, weet ik niet. En die gaat zelfs verkleed als Zwarte Piet en dat soort dingen. Laten we zeggen, zij zegt, is echt iemand van, stel je eens niet zo aan. Een van de meest positieve personen. Kwam ik dus gisteren achter dat die door iemand gewoon, zeg maar, gerapporteerd is, dat ze daar een tijdje door account kwijt is geraakt. Ja, een van de liefste wezens op Twitter. Ja. Omdat mensen niet meer kunnen analyseren, niet meer de context totaal anders, hun eigen context invullen, weet je. Maar dat is ook een beetje de ontvanger bepaald, hè. Ja. Weet je, maar mensen kunnen ook niet meer tegen een grapje. Kijk, als ik kan bijna alles tegen iedereen zeggen, maar dan zie je een bepaalde uitdrukking op iemand zijn gezicht en dan kun je het veel meer handelen dan dat ik hetzelfde tegen jou tik op een WhatsApp bericht of op een social media bericht. Vaak worden met smileys en dingen, want de ene heb een andere ding bij zo'n smiley dan een ander. Precies. Dus de grootste ruzies ontstaan en dan gaat het helemaal nergens over, omdat mensen dat dan net weer even anders oppakken of zo. Op de ene manier. En ergens is dat ook wel weer humor om het vuurtje lekker aan te steken in bepaalde discussies. Ja. Maar het is natuurlijk wel zonde dat zeker dat soort mensen gewoon geweerd worden nu van een Twitter of zo. Maar dadelijk zijn als dat zo door blijft gaan, ik denk dat het niet zo door blijft gaan. Ik denk echt dat de mensen op een gegeven moment echt zeggen, nou is het echt genoeg. Ik kan niet eens meer normaal iets zeggen. Dat bedoel ik helemaal niet. Dat het gewoon ook dat het mensen gaat raken, zeg maar, die zeg maar nooit een vlieg kwaad doen. En dat op een gegeven moment zo iemand dan, zo'n Alicia bijvoorbeeld, die de account kwijtraakt. Als dat dan te veel gaat gebeuren, dat echt de maatschappij gaat zeggen, kappen nou. Waar zijn we allemaal mee bezig? Nee, maar dat denk je niet? Nee, denk ik niet. Misschien onze de wat oudere generatie en dat soort dingen. Maar die jongelui, die kunnen niet zonder telefoon. Die kunnen niet. Die zijn vergroeid. Die kunnen die dingen niet. Nee, maar ik denk dat het gaat niet om de telefoon. Het gaat zich om nee, maar ook om meningen vormen en dingen en overal vormen. Ze kunnen dat niet. Ze kijken niet. Ja, totdat ze zelf een keer in het middelpunt staan. Als ze zelf eens een keer hun eigen versproken hebben of iets of weet ik veel wat. Dat zeg ik. Ja, dan willen ze wel al die aandacht ervoor hebben. Maar let dan ook op wat je bij anderen doet. En pak sommige dingen wat netter aan, zeg maar. Ja. Mensen gaan altijd overal maar uit van dingen, zeg maar. Doen te snel een aanname. Ja, hetzelfde met wat jij zei, dat die mevrouw dan met dat kleurtje dan als Zwarte Piet verkleed ging. Wij zijn ooit nog eens een keer met een groep gasten, een mannetje of zes, als Koekoeksklan zijn we naar de carnaval gegaan. Wij kregen in het openbaar vervoer het grootste gezeur. Op dat moment had ik net voor de eerste keer mijn hoofd kaal geschoren. Dus je zag dus een blanke in de ding. Ja. Had nummer 2 geen Marokkaan geweest, dan hadden ze me daar langs prullenbakken gevonden. Serieus, dan had ik echt een probleem gehad. En er zat nog een Surinaamse jongen zat erbij. Nee, ik als blanke met een kale kop. Nou, dat je vroeger, dat was gelijk die Peeltje Lonsdale of zo, dat werd er ook allemaal aangelinkt. Maar dan sta je dus in zo'n kostuum en dan ben je gelijk. Maar op het moment dat die Surinaamse jongens zijn kap afdeed, konden we er wel allemaal om lachen. Ja, kom op jongens, het is carnaval, toch? We moeten toch gewoon een beetje gek kunnen doen. Maar ja. Oh, kut. Laat ik het zo zeggen. Ik zelf zou niet zo gaan, maar ik zou mensen die wel zo gaan niet veroordelen. Snap je? Ja, maar dat bedoel ik. Ik zou gewoon
Oké, dat is jullie keuze. Ik vind het niet handig. Ik vind het niet slim. Ik moet er stiekem wel om lachen. Het is carnaval. Humor. Ja, maar waarom zou je iemand veroordelen op een carnaval op zijn kostuum? De ene, vorig jaar zag je zoiets, iemand een afbeelding. Die liep in een grote zak met allemaal witte poeien. Die liep een spak kook, liep je er rond. Het zal wel een gebruiker wezen of zo. Nou, voor mij was dat echt zo. Ik had het hier laatst ook met comedians Mo Hersi en Jonathan Crispijn over. Ik weet niet of je die podcast hebt gezien. Dat is de langste podcast ever, bijna 4 uur. Toen kwam natuurlijk ook weer Zwarte Piet, maar ook carnaval. En daar hadden we het over. Waar is de grens, hè? Waar houdt de top? Op een gegeven moment ging kick-out Zwarte Piet. Next, carnaval. Ja. Denk ik ook. Nou, waar houdt het op? Maar dan hoor ik Mo ook weer goede punten zeggen, waar ik over na moet denken van, ja, is het nodig dat ik zo erbij... Is het nodig dat ik als de Koekoeksklan zo erbij ga lopen? Is het nodig? Nee. Moet het kunnen? Ja. Ik bedoel, iedereen moet toch... Nee, maar iedereen loopt maar je moet ook beseffen, als jij als Koekoeksklan verkleed erbij loopt, dat je mensen kunt kwetsen. Ook al bedoel jij niet, ook al wil je niet kwetsen. Maar waarom moet overal een achterliggende gedachte achter zitten? Iedereen moet zich maar, of daar moet wel wat aan... Waarom? Het is het moment dat iedereen lekker gek kan doen, dat je op dat moment de boel niet te serieus neemt. Iedereen die loopt met promillage tot het dak, lopen ze daar in de ronde. Ja. Leven, laten we allemaal lekker gezellig met elkaar doen. En dan gaan we daar, een issue op doen. Kijk, het was leuk door met de groepje. Ik zou het in mijn eentje, zou ik ook niet gauw aan durven. Of het moet een leuke weddenschap zijn, maar... Zo dacht ik ook, hoor. Maar ja. Eén. Dus mijn standpunt is echt... Ja, hoe heet het? Ik zou het zelf niet doen. Vind ik dat het moet kunnen? Ja, als je het doet, besef, er kunnen gevolgen zijn. Ja, maar we waren toen 18 of zo. Hè? Dus praat je over een hele andere tijd. Nu zou dat echt helemaal niet doen. Nee, maar ik denk dat gesprek, de discussie wat we nou voeren, denk ik dat wel een goede is. Ik denk dat die wordt ook in de maatschappij gevoerd. En wat ik zei, dat sluit al aan op het verhaal wat ik zeg. Ik denk dat we langzaam in de wereld aan het ontdekken zijn wat wel en niet kan. En daarvoor moeten dingen gebeuren. Ja, maar waarom moeten dingen... ik snap niet wat ze... Ja, om tot een bepaalde stelling en endgame te komen van... Oké, we kunnen filmpjes delen, moet kunnen, weet je? Ja. Maar niet dit. Daarom is dat jou bijvoorbeeld overkomen, denk ik. Ja, maar dat bedoel ik. Iedereen mag toch... Waar ligt de grens? Ik vind het ook moeilijk. Als het een bepaalde oorlogs gerelateerde... Ja, sommige mensen... Tuurlijk, oudere mensen nemen de aanstoot, maar als daar een carnavalsnummer onder geprioriteerd wordt... En ze zetten dat ergens neer. Mensen moeten daar lachen. Het is gewoon leuk. Nee, dat mag ook al niet meer. Dus dan wordt eigenlijk... We willen allemaal vrijheid van dit, vrijheid van dat. Maar niemand mag het doen, want dan zijn er weer mensen die het gaan veroordelen. Ja, waar is het een naar zoek? Moet je nou overal maar je vinger voor opsteken om te vragen wat wel en wat niet mag? Het is een beetje... Ja, dat is het beetje. En op een gegeven moment zien we door de bomen het bos niet meer. Nee, letterlijk. En dan gaan echt mensen gaan echt gek worden van... En nou, jongens, what's next? De gay pride? Ja. Mogen ze dadelijk daar, mogen ze dus niet meer in een bepaald kostuum staan? Ja. Want dan kwetsen de hoe heet het? De gays kwetsen de trannies. De trannies kwetsen de lesbians. De lesbians. Nee, snap je? Dus ik denk dat het in hun wereld misschien nog tien keer zo erg is. Ja, dat weet ik niet, maar... Ja, maar zelf kun je dat niet omdat je daar niet in. Maar het leuke is dat je al spreekt over mensen over hun wereld. Ja, het is allemaal onze eigen wereld. En ik snap niet meer zo. Het is onze wereld. Ja, want dan horen we nu ook dingen. Ja, nee, dan gaan ze suikerfeest dan ook afschouwen. En dat soort dingen. Dan denk ik allemaal, ja, jullie lullen allemaal wat. Jullie brullen allemaal maar wat. En dat is allemaal wat. Het is gewoon ik denk dat het gewoon een probleem van de maatschappij is. En niet eens van... Het janken. Ja, precies. Het janken om het janken. Het zeiken om maar te kunnen zeiken. Ik denk dat het ook ermee te maken heeft dat blijkbaar 70% of 80% wat mensen die... Ze is niet tevreden met hun baan. Ik denk dat iedereen dat heel veel mensen ongelukkig zijn. Was ik ook, had ik trouwens zelf niet door. Maar moet je wel nog wat drinken, Michel? Alsjeblieft. Ja, ik lust ook nog wel een bakkie. Ja. Dus help me. Waar waren we net? Ongelukkig. Ik denk dat heel veel mensen ongelukkig zijn. En niet doen wat ze willen doen. En dat we gevangen zitten in een maatschappij die... die zo ingedeeld is, die zo gebouwd is, waarin je een beetje loonslaaf bent. Ja, ik ben het totaal niet meer nu, dus kijk, voor mij is het een heel andere wereld natuurlijk gewoon. Nee, jij bent nu slaaf. Ja, ik ben nu slaaf en ik moet maar dankbaar zijn met de mensen om me heen en dat ik het zou kunnen redden. Want ja, voor de rest is er niks, maar dat is ook wel weer, het heeft mij ook wel weer veranderd in de positieve zin. Ja, want wat ben je, dat je dingen veel meer bent gaan waarderen. Dat vroeger dat je toch materialistischer was. Dat je er toch anders in stond. Dat je nu wat meer geduldiger moet en kan zijn en dat soort dingen. Ten mij als persoon heeft dat mij wel in de positieve vorm veranderd nu, zeg maar. Nederiger. Ja,
Ja, ook. En wat meer geduld voor anderen. Je wat meer kunnen verplaatsen in anderen. En als je wat meer geld hebt en je hebt wat meer dingen. Maar je hebt nu meer tijd voor andere dingen waar je dan ook weer van kan. Ja. Het is allemaal met andere dingen. Kijk, en als dit zomaar gaat lopen. Het gaat allemaal goed. Je kan hier een dikke boterham in gaan verdienen. Ja, ik zal nooit vergeten, nooit moeten vergeten wat er nu allemaal gebeurd is. En hoe je gezeten hebt, zeg maar. Ja. Want het heeft wel een beter persoon van mij gemaakt. En zeker ook de mensen die... Je hebt je echte vrienden ook wel leren kennen, hoor, nu, zeg maar. Ja, ik heb ook niet zo diep als jou in de put gezeten. Maar ook in de put gezeten de afgelopen 2 jaar. Ja. En ik heb ook echt... het was een hel. Dus ik begrijp het wel, weet je. Ja. Wat je zegt, ik ben er ook veel nederiger door geworden. Ik ben mezelf gaan accepteren. Ik heb oog gekregen voor mijn omgeving. Maar ik heb ook gezien wie mijn echte omgeving is. Ja. Weet je, sommige, ik ben gewoon nog wel bevriend met ze, maar ze zitten niet meer zo dicht in mijn cirkel als dat ze eerst zaten. Ja. Snap je? En daar kunnen zij niks aan doen, dat is iets wat ik voor mezelf achter ben gekomen. Ja, maar ik denk dat voor iedereen, misschien juist zeker ook in deze huidige maatschappij, zoals we het erover hebben, dat we allemaal eens een keer in ons leven 1 of 2 keer even lekker op ons nummer gezet moeten worden. Nou, ik denk dat iedereen, met name de ondernemers, nu heel erg... Dat daarachter komen. Ja, dat ook geen kwaad kan om dat gewoon... om een soort van zelfreflectie een beetje in te stellen, zeg maar. Ik denk dat op zich niet verkeerd zal zijn. Hoe denk jij dat het dadelijk gaat lopen, man? Ik zag een filmpje voorbij komen op Facebook. Van een sterk filmpje, vond ik het. Van 6 minuten van een ZZP'er. En die gaf coaching aan zelfstandige ondernemers. Ja. En daar kwam ook een petitie bij wat je dan kan tekenen. Die willen de maatschappij weer aan het werk. En ik vond dat er goede argumenten had hij. Zo ben ik ook van mening dat we doen dit eigenlijk voor de ouderen. Dat zei het RIVM vandaag ook weer op tv. En dan denk ik, ja oké, jongens, laten we dan, laat ons voor die ouderen zorgen. Daar is een zorgsysteem voor. Maar dat betekent ook dat er geld gegenereerd moet worden. En dat die maatschappij weer up and running moet gaan. Als ik dan weer beelden zie in Zweden en Japan, weet je. Dat is allemaal dingen voor te zeggen. Die hebben niks ermee gedaan met maatregelen. Daar zijn Japan zijn maar 48 mensen overleden. In Zweden 200 zoveel. Daar staat de maatschappij niet stil. Ja, de mens, en zeker de ondernemer kan ik me indenken. Die gaat nu kijken. Ey, en daar. Ja. Kom eens op, jongens. We doen het voor de oudjes. Nou, de oudjes zitten veilig in tehuizen. Wij blijven daar weg. We komen niet op bezoek. We zwaaien, we lopen langs. Maar laat ons wel die maatschappij weer gaan runnen. Amerika gaat daar ook weer aan de slag. Tuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment zullen we ook natuurlijk wel moeten natuurlijk. Hè? Ja. Daar blijft niks meer over. Hoeveel gaat er niet stuk nu? Hoeveel horecagelegenheden en dat soort dingen allemaal? Ja, het is natuurlijk te belachelijk voor woorden. Vreselijk, om hoe dat allemaal gaat nu. Ja, heftig, man. Maar ik zeg je, het heeft goede kanten en natuurlijk kutkanten. Er zijn fucking veel bedrijven zijn al stukken kapot, failliet. Ja, maar weet je, daar zitten ook hele grote spelers tussen. Die krijgen nu, die zetten de mensen thuis neer en die krijgen bepaalde subsidies, terwijl ze er gewoon geld genoeg achter zich hebben staan. Om er wijzer van te worden om mensen naar huis te sturen. Die maken er ook gretig gebruik van. Het blijven toch hele kromme systemen. Ja. En als het, kijk, ik bemoei me al niet met politiek en met andere dingen, omdat ik het gewoon heel krom vind hoe het in deze maatschappij gaat. Ook hoe het om mezelf gaat, hoe je natuurlijk zelf bent behandeld, zeg maar. En zoek het maar uit, zeg maar. En dat mensen gewoon, en dat is niet om over ras of over kleur of over andere dingen te spreken, maar die worden wel geholpen. En die krijgen fietsen, terwijl ze misschien al naar de fiets hebben gezien, om maar een voorbeeld te geven. Ja, ja, ja. En zelf word je niet geholpen. En mensen die dit land hebben opgebouwd en die misschien maar 1 keer in de week gedoucht worden, omdat ze het zelf niet meer kunnen. Ja, er zijn zoveel kromme dingen. Ik denk dat dat ook weer een discussie is waar ik mezelf niet in moet gaan mengen, omdat ik verkeerde uitspraken ga doen, denk ik. Nee, ja. Maar dat is ook niet aan jou of aan mij. Maar het wil niet zeggen dat we het niet zien. En het wil niet zeggen dat we het er niet over mogen hebben. Nee, maar ik vind het een beetje het belachelijke. Nu ook dat mensen allemaal weer naar het buitenland wordt gekeken. En dan moet maar weer geld hierheen. En dan moet maar weer geld daarheen. Joh, neem eens een loopje in de buurt. Kijk eens bij je buren naar binnen. En er zit altijd wel iemand binnen een straal van 100 meter. Die misschien bijna niet te eten hebt of weet ik veel wat. Mm-hmm. En doe daar eens een keer wat voor. Of mensen die hulp nodig hebben of weet ik veel wat. Ja. Nee, we moeten altijd maar weer kijken. Of we gaan maar weer een glazen huis neerzetten. Of we gaan maar weer een giro-nummer in het leven roepen. Ja, we gaan dat soort dingen doen. Ik denk dat mensen gewoon eens wat meer gewoon bij zijn zelf en om hen heen moeten gaan kijken wat daar gebeurt. Kijk, hè, en mij interesseert geen kut hoor, wat mensen van Trump zeggen. Ik vind Trump fantastisch. Ja, de mans ego heeft een ego, dat klopt. Ja, weet je, en bruut en heftig. Ja. En het is echt niet. Ik denk ook van ja, dat is waanzin. Weet je, maar hij is nodig op dit moment. En kijk naar Amerika, wat jij nu zegt. We mogen best even weer naar onszelf kijken. We hebben het zelf moeilijk genoeg. Mensen hebben het moeilijk genoeg. En hij zegt gewoon: Amerika.
first. Dat wil niet zeggen. Hij zegt niet America first en daar en jullie nooit meer. Nee. Weet je er wat tegen aan trouwens? Oh, melk. Melk suikers. Oh ja, hij is de eerste, hij is de eerste gast die melk en suiker in de koffie. Ik spuug geen nu omdat je melk suiker. Oh nee. Shit, hij is jong. Hoor je zo meteen, hoor je de keuken. Ja, ja. Nee. Dat is, hoe heet het? Trump zegt ook America first. Maar hij zegt niet, jullie nooit meer. Nee, nu even wij. En als het goed gaat, en het is nu aan het bloeien. En het gaat goed met Amerika. Ja. Meeste banen, opportunities ever. Alles doet het goed daar. En daarna, mensen, als wij het met mensen, ons... Mensen moeten gewoon niet zo zeuren. Kijk, ze wisten van tevoren wat voor figuur ze aan de macht hielpen. En dan weet je dat je dat... Kijk eens wat de staat van dienst die man nou voor zich heeft. Wat denk je nou? Dat hij dat allemaal gewoon niet... Dat hij allemaal op zijn rug gaat liggen en allemaal maar... Nee, dat natuurlijk. Dit hadden ze kunnen verwachten. En ik vind het heerlijk dat al die mensen nu... En die voor's en die tegen's en die in de hele wereld staat op zijn kop. Hij is het echt aan het doen. He's draining the fucking swamp. En... Ja. Ik geniet ervan. Ja. En ik vind fantastisch wat hij doet. En ik vind er ook wat van. Echt waar. Ik denk ook soms als hij dingen zegt. Ik laat je een fucking grappig filmpje zo even zien. Hè? Dat doen ze een compilatie. Dus dat is bij Jimmy Kimmel. En de Tonight Show is het. Hè? Ja. Een avondshow in Amerika. En ze hebben ze dan Al Baghdadi. Hebben ze toch te pakken. Geloof ik nummer 2 kopstuk van ISIS kan dat. Hè? En dan doen ze eigenlijk vergelijken de statige, nette Barack Obama. Die melding ervan doen toen ze Osama Bin Laden hadden. Yeah. En dan zie je Trump. Hilarisch. Ik laat het je zo zien. Kun je dat stukje op mijn tijdlijn pakken, Robert, van Trump en Obama? Dat is het, man. Dat zijn echt gewoon late night shows. Is tweede of derde post op mijn Facebook of zo. Maar dat zijn pas late night shows die ze daar hebben. Kijk, doen ze knippen, plakken. Ja. En dat hebben ze supergoed gedaan. Dat is hilarisch. Dat is leuk om te zien. Maar kijk naar wat wij s'avonds hebben. Al die... Kijk, laat maar zien. Ik kijk wel even met je mee. Als ik mee kan kijken, dan... Sorry, Micha. Nee, hey, maakt niet uit, man. Ja, dat stukje. Dat is het. 1.5 minutes. Trump yesterday did 48 minutes on this. And for further comparison, we thought it might be fun to match grappig. Up Trump's speech about al-Baghdadi with Obama. Zet even pauze, zet even pauze. And we were right, it was. Is net, kijk, het gaat zich erom, vergelijking Trump-Obama. Ja, dan komt het ego van Trump natuurlijk ook naar voren. Maar kijk, dit is natuurlijk geknipt en geplakt in 48 minuten. Wat weet je van Trump? Maar ik ben pro-Trump. Ik kan hier zo om lachen. Ze maken hem kapot en belachelijk. Voor mij heb ik hier de en ze hebben gewoon gelijk. Ook, ja, dat kijk. Dat ze hun allemaal naast elkaar geplakt hebben volgens mij. Oh, ga kijken. Dit is fantastisch. Dit is hilarisch. Dit is ook Trump. Ja, daar moet ik om lachen. Ja. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. The United States launched a targeted operation against that compound. They did a lot of shooting, they did a lot of blasting, even not going through the front door. You know, you think you go through the door. If you're a normal person, you say, knock, knock, may I come in? After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. He died like a dog. Does not mark the end of our effort. Beautiful dog. We give thanks for the men who carried out this operation. And I don't get any credit for this, but that's okay. I never do. And here we are. May God bless you. And may God bless the United States of America. And I'm writing a book. I think I wrote 12 books. That is bizarre. Dankjewel. Ja, hilarisch. Ja. Maar dat is waarom ze van die motherfucker houden daar. Ja, tuurlijk, en dat is waarom die 2020 gewoon weer herkozen wordt. Tuurlijk. Ja, want ze zitten nu allemaal weer aan dat die met de kroon. De arbeiders zoals jij en ik, dat is taal die wij begrijpen. Ja. Militairen, alle militairen in Amerika die houden van Trump, hè. Ja. He died like a dog. Wat denk je wat ze het leger denken van, wie shot hem dingen? Nee, weet je wat ze het leger zeggen? Ja. He died like a fucking dog. Ja, weet je, daarom houden ze van die man. Ja, en zijn ego heeft zelfs een ego. Ik denk dat die nog een groter ego heeft dan Peter R. de Vries.
Ja, dat is ook wel een mannetje. Ja, ja, die hebben natuurlijk ook, die is bij ons natuurlijk ook in het begin is jarig betrokken geweest. En natuurlijk al alle verhalen en bijstaan. En die zat met Pai. Ja, die zat natuurlijk daar ook overal op de voorgrond. En dat op een gegeven moment appte dat weg. Dus waarom zou hij dan... Ja, de eerste keer was hij erbij. Was hij door haar gevraagd. En dat moest ook allemaal... Dus hij zei, die hebben gewoon samen filmpjes klaar. Dat zal me niks verbazen. Want Peter heeft toch ook een open huwelijk altijd gehad? Zit je wel, vorig jaar was het natuurlijk iets... Kan zit er echt in. Een filmpje of zo dat hij bij iemand zijn vriendin op bezoek kwam of zo. Om eventjes voor beeld ja. Toen gingen ze hem filmen. Ja, dat was ook een briljante actie die ze natuurlijk... En wat hij daar deed en waarom hij daar zat. En, ja, misschien om het een beetje kracht bij te geven. Wat was zijn motief? Ja, het is in ieder geval een uitgemaakte zaak. Dat. Het zal me niks verbazen als hij hem ooit een keer... Als hij bij haar erin heeft gehangen. Ik wil het allemaal niet eens weten. Sommige dingen, ik krijg er te veel mee. Ik hoor te veel. Ik zie ook bijna alles dus ook niet altijd even goed. Het is jammer dat het allemaal nog niet voorbij is. Hey, vertel mij eens over... We natuurlijk, je was op tijd hier. Ja. En we hebben nog wat gegeten. Je zit. Want je had het over een docu. Want, ja, kijk... Leuk is natuurlijk, alles is heel eenzijdig naar buiten gebracht natuurlijk in de beginperiode. Kijk, dat er een zaak geweest is, dat er schuldigen zijn, veroordelingen zijn, uitslagen zijn, mensen op de bladeren moeten zitten, logisch. Klaar. Wat is jouw, wat is de veroordeling, wat is eruit gekomen, Michel? Het is natuurlijk toen de tijd, is natuurlijk een geldbedrag geëist voor alle partijen. En dat is natuurlijk, en daar was de rechtszaak mee klaar. En dan zou je denken, het is klaar. Nee, nu komt er nog eens een keer een strafrechtelijke vervolging aan, gewoon. Ja. We zijn nu al bijna 3 jaar verder. Dus dat je daaruit bijna denkt na bijna 2 jaar van nou oké, so be it. Kijk, dat je veroordeeld zou worden. Kijk, de bedragen die je er tegenover stonden en hoe je erover dacht en wat je erover vond. Joh, het maakt allemaal niet uit. Dat is A1 en 1 is 2, dat is de uitkomst. Nou, dat verwacht je dus dat zoiets. Wat was het bedrag? Wat moest jij... Kunnen we daar niet over hebben? Nee, bedragen. Het is al in de media is het genoemd. Het was het percentage van wat ze wilden eisen was natuurlijk heel hoog. Nou, dat is geëist. Het begon geloof ik 4,5 ton. Ja, dat is daarna naar 30.000 geloof ik gegaan. Ja, maar ook weer via allerlei media sites en dingen en geroepen. En dat moet je ook allemaal weer geloven. Het maakt niet uit. Het bedrag wat eruit is gekomen is niet gunstig voor jou geweest. En, nee, maar ik denk dat het sowieso voor niemand gunstig is. En dat zo, maar dan verwacht je wel. Kijk. Luister daarna dat het gewoon voorbij is en dat ze dan nog eens 5 maanden later nog eens een keer gaan besluiten, we gaan ook nog eens strafrechtelijk vervolgen en we gaan die hele put gaan we weer opentrekken. Stel voor, ik geloof dat Katja Schuurman, die leidt ook een vrij open seks ja, die heeft een hele bubbel seksleven en die is daar heel vrij in. Ja. Stel voor, je krijgt een filmpje van haar bezig, dat ze in een bubbelbad toch 2, 3, 4 man dat ze daarmee bezig is. Ga je hem posten of niet? Nee, want je kan het nergens meer kwijt. Je kan het nergens meer kwijt. Nee, kom, ik ga hem posten of ik zal hem niet posten. Nee, maar ik niet. Ja, maar het kan niet, het gaat niet. Dus deze hele discussie, alles is al in banden gelegd, zeg maar. Je mag helemaal niks meer doen. Alles kan je en mag je niet meer doen. Dat wat wij zeiden, dat jij op vakantiefoto's of dingen, dat er bij iemand een stuk tepel te zien is, dat jij niet eens ziet dat je daarop... Nee, maar jij bedoelt, stel voor, ik plaats dat op Facebook, dan ga ik niet in de problemen komen, want Facebook flikkert dat gelijk eraf. Stel voor, ik plaats het op Twitter, dan ga ik daar niet in de problemen mee komen, omdat Twitter flikkert het eraf. Maar het wordt toch wel weer geplaatst. Gaat sowieso... Dat we nu de eerste keer, dat ik natuurlijk nu gewoon... Ja, dat is waar ik een beetje naartoe wil. Denk je dat jij geslachtoffer bent en dat... Ja, slachtoffer, kijk, wil ik niet noemen. Kijk, aan de ene kant weet je dat als je bepaalde dingen... dat je ooit met een filmpje wel eens een keer de pineut kan zijn. Kijk, als we ons dan civiel gaan en ze pakken alleen mij... omdat ze het bij mij vandaag gedeeld hebben... Oké, kan ik me dan nog wel voorstellen. Maar als ze dan nog eens een keer strafrechtelijk gaan vervolgen... geen staal heeft geschikt, dus die hebt daar niks mee te maken. Dan pakken ze mij dan nu weer en iemand die in de voorgaande rechtszaak er niet eens bij betrokken is geweest. Gaat er nou nog iets komen qua rechtszaak? Ja, die zou volgende maand plaatsvinden, maar door de corona is natuurlijk alles weer staat alles op losse schroeven. En wat is dat, een hoger beroep? Is dat een? Nee, dat andere was een civiele rechtszaak, dus dat gaat echt om. En dit is strafrechtelijk. Dit is echt een strafrechtelijk, dus we hebben gedacht van na 1,5 jaar drama en wat dat privé helemaal aangericht heeft en wat ik vat. Nou, hebben ze dus besloten van we gaan deze heren, die andere jongen ook trouwens, die is in de voorgaande rechtszaak er niet eens erbij geweest. Die gaan we er ook nog eens even bij betrekken. Maar wat ik dan niet begrijp, is op het moment dat ik in het politiebureau gezeten heb, nadat ik gehaald was toen de tijd, op dag 1 al kon zien dat er totaal 18 partijen waren, waarvan 15 het voor mij al hadden geplaatst. Waarom worden die niet in deze rechtszaak dan ook naar voren getrokken? Is natuurlijk een heel raar iets. Ik weet het niet, Michel, echt niet.
als er meerdere zijn die hetzelfde strafbare feit hebben gepleegd, dan zul je die meerdere personen zul je die ook voor het gerecht moeten trekken. Maar niet alleen lopen focussen op degene waarvan je weet, oh, die kunnen we even makkelijk pakken. Maar weet jouw advocaat nou al bijvoorbeeld, omdat wanneer zou die voorkomen? Volgende maand? Volgende maand. Dus nou, als het goed is jouw advocaat daarmee bezig geweest, dan moet hij toch weten waar dit allemaal om gaat. Want zoals je nu vertelt, komt over dat nou wel andere partijen erbij betrokken gaan. Nee, ook gaan niet. Worden. Eén. Jij weet, er zijn 18 mensen die hebben dat gedeeld. Ah, dat wist ik van jou. Dat wist ik vanaf de eerste maand al. Ik ben eruit gepikt. Zo voelt het, voor jou. Aan de ene kant logisch. Natuurlijk, je hebt een strafbaar. Maar dat gaat om het civiele. Kijk, geen snelheid heeft mij gedeeld. Mm-hmm. Klaar, dan ben je gewoon een pineut. Daar kun je niks aan doen. Dat weet je dan zelf op dat moment. Ja, dan kun je niks. Hadden hun het gedeeld, hadden hun misschien dat probleem gehad. Maar nu gaat het om een strafrechtelijk. Je hebt iets gedaan wat niet mocht. Dus dat is dus al bewezen, niet civiel. Nou, waar zijn al die andere partijen dan? En dat is niet alleen op Twitter geweest hoor. Mm. Want ze hebben echt wel de know-how van nog wel meer mensen die daarbij betrokken zijn geweest. Waarom worden die dan ook niet naar voren Weet ik niet. Misschien dat ze hebben geschikt op Pieps? Ja, dat is dus zo meteen het leuke als dit allemaal voorbij is. Om hier straks een docu van te gaan maken. Misschien eens met gerechtspersonen te gaan spreken. Het hoe en waarom en wat voor denkwijze. Dus het is wat dat betreft qua getuigen en qua dingen. Dat klopt een heleboel niet. Kijk, dat gaat voor de gaat het niet om. Het gaat om het auteursrecht en dat soort dingen. Daar klopt het wel helemaal mee. Mm. Maar de rest van dingen is allemaal één los gebeuren wat er omheen waait. Voor mij, als ik neutraal ernaar kijk, zou zo'n docu voor mij interessant zijn om te kijken van, los van jou, van oké, kijk eens wat hier gebeurd is. Er is een filmpje van een bekend iemand gedeeld. Die voelt zich daardoor gekwetst. Snap je? Als dat allemaal naar voren komt in die deuk. Ja, die context moet je het ook doen. Hè? Kijk, je gaat er niet een glibberig dingetje met nee, allemaal precies. Een soort soapserie. Nee, dat moet echt wat er allemaal gebeurd is geweest. Wat de consequenties en de gevolgen daarvan allemaal zijn geweest. In de feiten. En waarom gebeurt er dit en waarom gebeurt er dat? En net zoals nu, waarom nu alleen ik? En dat er wat geleerd wordt. Ja, en wordt er wel één iemand bij. Kijk, doen ze alleen mij en geen stijl. Dan zeg ik, nou oké, wij waren ook in de voorgaande rechtszaak. Maar dan valt geen stijl weg. Dan pakken ze iemand anders mee. Van onze leden, van toen zeg maar, die zetten ze er dan bij. Maar dan zit ik er aan 2, met geen stijl, dus 3, en ik had er 18 of 19, dan mis ik nog 15, 16 anderen. Waarom pakken ze die dan ook niet mee? Ja, weet ik niet, dat is de vraag. Ik ben ook niet helemaal in het rechtssysteem. Nee, precies, en alles. Maar dat is dan natuurlijk allemaal krom, zelfs die 15. Dat klopt, 7. Maar jij moet naar jezelf kijken. Dat is ook het enige wat van belang is, want die andere mensen, die gaan jou niet, die ik zou niet weten hoe zij jou kunnen helpen in jouw zaak, zeg maar. Want dan is het het dan een soort van lastendelen, weet je, wat eruit komt van als er één bedrag uitkomt, dat over die 18 verdeeld wordt. Ja, maar dan hoeft geen bedrag, dat zal wel iets van de taak zijn, maar het maakt niet uit, maar zoiets was toch al voorbij. Waarom moet daar dan nog eens een keer een straf? Het is civiel al gebeurd, je bent al alles kwijt. Precies. En dan werd er nog geprobeerd om het buiten de rechtszaal te houden. Dat deden ze eigenlijk heel goed om een vrouw niet nog een keer te belasten. Nee, en dan komen we er vervolgens niet uit. En dan gaan we het wel allemaal wel weer in de openbaarheid brengen. Dus mevrouw wordt weer belast. Het mooie is, Pai wordt daar nu op aangekeken. Van, oh, heb je haar weer? Maar zij heeft hier helemaal niks mee te maken. Dit is gewoon de staat. Het OM. Ja, het OM die dit regelt. En die hier weer mee naar buiten komt. En dan zijn we 1,5 jaar verder. Dan zijn we dus bijna volgens. Je zou toch zeggen dat die het druk genoeg hebben? Ja, dat zou je toch wel zeggen. Ja. Maar dan zou je toch verwachten na 3,5 jaar... dat het op een gegeven moment al een keer goed genoeg is geweest. Hoor. Nou ja, dat heb ik met de Wilderszaak ook. Ik ben er ook wel een beetje klaar mee. Ja. Maar het blijft maar komen. Het blijft maar... Dan heb ik zoiets, jongens. Hebben we nou niets beters te doen? Het is gewoon water naar de zee dragen. Natuurlijk. En die hero zal je ook wel weer geknipt en geschoren in gaan. Denk ja, maar ja, wat heeft het voor meerwaarde in het hele gebeuren wat er nu allemaal gaande is geweest? Toch? Het klaar is klaar. En, daarom zeg ik, die docu. Ik zou die docu wel belangrijk vinden van wat hebben we hier nou allemaal uitgeleerd. En inderdaad, wat jij zegt, nou wil ik ook de andere kant belichten. Ja, precies, maar ik ben jongens, er van A tot Z. Ik ben hier helemaal fucking doorheen gegaan. Ik ben de grond, ik ben alles kwijt, mijn huis kwijt, relatie is weg. De roddelmedia, die hebben natuurlijk later altijd eenzijdig een verhaal zien, zeg maar. Je platformen, had je, hè? Het eendenvanger en alles. Mensen denken allemaal van, maar je hebt zoveel volgers nu, eendenvanger dit, eendenvanger dat. Mm-hmm. Dat valt wel mee. Daar ben je zelf aangekomen. Het zegt allemaal niks. Ben het kwijt. Ja. Je site is weg. Je kan helemaal niks meer. En dat liep lekker, hè, allemaal. Voorheen. Want eendenvanger is meer dan dat jij doet dat al 10 jaar. Ja, maar ja, voorheen mocht. Kijk, toen de tijd op hijfst. Nou, dat zijn wat was de filosofie? Heel antiek natuurlijk. Maar daar kon wel zo'n grapje gemaakt worden, zeg maar. Vertel eens hoe eendenvanger is ontstaan en wat de filosofie erachter is. Waarom ben jij met eendenvanger begonnen? Wat is eendenvanger? Waarom heet het eendenvanger?
eigenlijk altijd al een beetje sinds de social media uit was. Nou ja, waar praten we nu over? Hoeveel jaar hebben we nu over internet? Beginnen van dat je eigen profieltjes was, dingetjes of soort memes en zo ging delen die allemaal net op het randje waren. Wat mensen altijd wel leuk en zeiden, nou, dat kun je niet maken. Maar altijd wel leuk gevonden om juist dat wel te doen. En toen zaten we tijd in Hives en toen ging ik toen de tijd in scheiding. En toen het huis werd verkocht en we gingen ergens anders wonen. Ik wist nog niet wat ik wou gaan doen. En toen op een gegeven moment toen heb ik een appartement ergens gekocht. En dan zat een 3-persoons jacuzzi zat daarin met zo'n sterrenhemel. En daar stond zo'n klein fucking bad eentje stond er op dat randje. Op die foto's die ik toen erop heb gezet. Alleen van dat bad en van mijn woonkamer. En toen kwam een van die kinderen van vrienden. Nou, net zo'n lopertje, die eendenvanger. En dat is erin gekomen en jarenlang als kinderen, ook op verjaardagen, overal waar kinderen heen zien, hier willen ze het voor mij kopen. Dus op een gegeven moment kwam ik helemaal om in die dingen natuurlijk. Okay. En daar ben je nooit meer van afgeraakt. Want op een gegeven moment was dit heel leuk om te doen om erbij. Toen kon je groepen oprichten, dat was op Hives toen al. Toen werd dat heel groot, ook heel leuk om te doen. En toen is dat eentje een beetje naar voren gekomen. Je zat al op als eendenvanger op Hives, toen had je al een grote following, toch? Ja, Hives, dat ging als een speer. Maar ja, dat ging er op een gegeven moment uit. Dat was natuurlijk helemaal klaar. Dat werd verkocht. Toen kregen we Facebook. En Facebook, daar kon eigenlijk nog veel meer. Ja, tot de laatste jaren mag daar natuurlijk steeds minder. En bepalen hun, ongeacht hoe of wat, zonder een weerwoord wel of wat niet mag, zeg maar. Ja, dan worden gewoon groepen met tienduizenden leden worden er zo afgeknald alsof het niks is. Gewoon zonder ook maar een verklaring te geven. Hè? Want je kan wel eens, ik heb wel eens een blokkade gehad. Ik zei, ik zet mijn advocaat er wel eens op. Want het is nu al mijn derde deze week. En die toch weer rechtgetrokken werd. En dan had je binnen 5 uur je profiel weer terug. Ja. Maar daar wordt nooit verteld hoe of wat. Het is natuurlijk wel een beetje heel bizar dat alles nu aan banden gelegd wordt. Want dezelfde dingen zou je die op een account in Amerika plaatsen. En dat is ook van Facebook. Dan wordt het wel geaccepteerd. Terwijl je zou zeggen, wet en regelgeving, policies zijn voor Facebook gewoon globaal. Het zijn globaal, natuurlijk. Ja, maar waarom mag Amerika dan meer als hier? Dus globaal als een global, mensen. Ja. Teken de vraag. Ja, wereld. Ja. Globe. Ja. Globaal, zo'n rond ding. Ja. Nee, ja, ik laatst plaats ik ook iets en ik had het niet eens. Het was een blijkbaar te seksistisch. Er zat een tepel of dingen op. Ik weet niet eens meer. Ik plaatste dat in mijn stories. Bam, 24 uur niet. Hey jongens, what the fuck? Ja, maar dat is het lullige erop. Je wordt vaak gepakt op dingen waarvan je niet eens bewust bent dat het niet mag. En dingen die erop zitten dat je denkt van, nou, maar benieuwd hoe lang het duurt. Maar als je staat er een jaar op en dan krijg je 2 jaar later of zo, krijg je rekening blokkade. Maar als straks mensen dat allemaal niet meer kunnen zien en met onze kinderen die opgroeien, dan is straks dan is een tepel op een strand te gaan kinderen eenmaal. Normaal. Daar gaan we straks ook gewoon naartoe. Kijk naar de jaren 60, 70, heel open en dingen. Daar werden mensen ook normaal zijn, weet je. Ja, maar toen ook, maar dat kan gewoon steeds minder. En je wordt gewoon steeds meer beperkt in alles wat je doet. En daar ga je gewoon steeds meer naartoe nu. En daarom, dat is dus een streven dat ik dit wil blijven doen. Sowieso met stand-up comedy. Daar kan ik gewoon dingen actueel maken waar andere mensen voor weglopen. Dus ik wil niet te soft zijn en gewoon de dingen zeggen die gewoon in me opkomen. We houden altijd wel in de oogschouw. Het is uit het oogpunt van het humor. Ga niet met minderheden, dingen, racisme. Het gaat er niet over. Het gaat om die lach. Lach overwint alles. Maakt niet uit hoe kut het moment in het leven. Mensen die in oorlog zitten, mensen waar je ook in zit. Een lach hebben mensen gewoon moet nodig. Je moet altijd. De lach is altijd nodig. Precies. Ik vind nou wel dat comedians een beetje. Ik heb het idee dat comedians zelf het gevoel hebben dat ze content moeten plaatsen. Dus grappig moeten zijn. En dat ik weet niet, grappig op online grappig zijn. En, zodat ze niet vergeten worden. Ja, op het podium grappig zijn zijn twee verschillende dingen. En ik heb het idee nu dat niet alle comedians dat doorhebben. Ik denk dat je online het grappigste bent als je jezelf bent. Ja, maar dat zijn ook weer dingen met je eigen filmpjes. En op het podium, doe je een act. Ja. En of je moet een act op YouTube doen. Dat is de Sammy van der Vaart, die komt er nog wel mee weg. Een van de cabaretduo van de Oxenbroeders, die komt dat werkt nog wel online, weet je. Het lijkt me ook geweldig om te doen, hoor. Bepaalde sketches, bepaalde dingen, bepaalde pakken aantrekken, bepaalde gekkigheidjes waar mensen aanbellen of weet ik veel wat. Joh, we hebben het, s'nachts hebben we nog eens voor elkaar gekregen, kwam een of andere housefeest af of zo. Gingen ze om 4 uur s'nachts mensen lukraak zien te bellen. En dan gingen ze wijs maken dat ze van Lotto Weekend miljonairs de op lijn waren, dat ze een minuut hadden. De ega werd wakker geschud en ze hielden ze gewoon een kwartier in de telefoon en die mensen maar meespelen s'nachts. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige dingen om dat op te nemen, zeg maar. Maar ja, daar ga je weer. Je moet wel mensen om je heen verzamelen en dat is voor mij nu het moment. Ja, kijk, had alles klaar geweest met die laatste rechtszaak.
En dan had dat voor mij ook afgewezen. En ik wil wel in deze richting wel kunnen blijven plaatsen wat je wil, omdat het steeds minder mag, zeg maar. Dus daar wil ik me wel hard voor gaan maken. En voor deze, ja, nu deze klappen er nog eens een keer achteraan komt, dit weer uitgesteld wordt, zeg maar. Ja, ben ik niet geneigd om in andere dingen ook nog rustig te gaan houden. Ja, ja, ik snap. Ik vind je dapper, Michel. Je bent strijdbaar, want je bent... Ja, je hebt echt de shit over je heen gehad. En nog zag je, nee, dit moet kunnen. Ik blijf shit op het internet plaatsen wat ik leuk vind. Tuurlijk. Quotes die ik leuk vind. Filmpjes waarvan ik vind dat het grappig is. Tuurlijk. Ja, ik vind het knap. Moet je ook blijven, ja, maar doen. Je moet daar ook voor kunnen staan. Met hetzelfde waar we het vanavond ook over hadden. Dat jij dan ook wel eens content... je ziet dit een beetje bedrijfsmatig natuurlijk. Maar dat je dat op je eigen profiel zit. En dat vrienden erover zeggen, nou, dat kan echt niet. Dus dat je dan ook in je eigen omgeving alweer op eieren moet gelopen. Maar ja, eigenlijk moeten ze toch wel weten wat voor figuur jij bent. En dat ze dat soort dingen wel gewoon met een korrel, niet met een korrel zouden, maar met een hele strooiwagen moeten nemen, toch? Ik volg nu offensive meme shit. Ja. En ik noem dat altijd, ik zet ook wel eens wat door in mijn story. Zoek maar eens op Insta, offensive meme shit. En op gewoon... Maar die hele grove dingen ook, dat hij de laatste... Dat is nodig. Dat het laatste zoen aan oma geeft, dat ze overleden was. Maar dat hij er nou pas achter kwam waar ze overleden was... en dat hij nu weet hoe paardensperma smaakt. Dat soort shit, hoe grof, hoe ding. En je moet er echt over nadenken van dat soort shit. De leukste grappen zijn dit. Oh. Ja, dat zijn de leukste dingen. Weet je? Hier. Die profielfoto alleen deze, al. Kijk, deze. Doe die eens. Kijk, when you try to beat the gay audience. Ja, daddy. Dit is offensive. Dit is heel offensive. Maar het is nodig. En als je dit niet leuk vindt, hè, dankjewel Robin. Ik wil alleen even aantonen. Als je dit niet leuk vindt, dan moet je het niet volgen. Nee, maar dat bedoel ik. Mensen gaan juist lopen volgen. Maar het is ook niet fout... Dat als ik het wel volg, dat maakt mij geen fout persoon. Nee, ik heb gewoon een ander gevoel voor humor. Nee, maar, waarom moeten mensen het volgen als je er geen fuck aan vindt? Wat doe jij in een besloten groep waar je weet waar je dingen kan tegenkomen om alleen maar de sfeer te gaan vergallen? Ja, wat ik dan... Ja, precies. Jij wordt toch ook niet lid van een salsa dansen? Omdat je er geen kut aan vindt? Nee, precies. Ja. Je moet er toch iets mee hebben? Ja, dat bedoel ik. Dan ga je er toch niet heen, want jij hebt daar toch geen affectie mee? Wat doe je er dan? Nou, dat bedoel ik. Opboeren. Ja, maar het zijn gewoon geitjes. Nee. Het zijn dingen, het is humor. Maar daar gaan we weer. Mensen gaan zich op persoonlijk gaan ze zich eraan spiegelen of zo. Ja. Fuck op, ja. Ja, het kan niet wat je doet en dan gaat het ook wel over kleur of dingen. Het kan wel. Ja, maar Belgen moppen mogen niet meer. Dan heb je vroeger vast... En de Belgen lachen er hardst om. Die lachen zich helemaal de kleren. Maar ja, die zeggen ook dat wij zuinig zijn. Ik vertelde vroeger veel Marokkanen moppen. Hè? Ik heb allemaal Marokkaanse vrienden. Weet je dat? Mo Hersi, die kwam hier laatst. Die kwam laatst terug. Hier, die kwam spullen ophalen in mijn kaart. En die komt er ook Marokkaanse vrienden van. Hé, ik heb die salam, dingen, dit. En die keek me aan zo. Ja, het is toch ben jij blank? Ja. Nee, weet je. En dan op school vroeger tegen mij. Ik vertelde dus altijd Marokkanen moppen. En dan kwam een vriend van mij Marokkaan naar me toe. Ken, vertel nog die mop. Vertel die ene mop nog een keer. Ja, maar dat is toch briljant? Moet zelf het hardst om lachen. Ja, maar dat is het lijkt nu wel alsof dat ondenkbaar is of zo. Ja, weet je. We moeten gewoon... laat elkaar toch lekker. Als hij dat leuk vindt, vindt hij dat leuk. Als hij het niet leuk vindt, moet je niet volgen. Wat ik wel kut vind dan soms... is zeg maar... maatje van mij, nou doet hij dat niet meer zo... die plaatsen dan ook wel eens van die kartelfilmpjes. Van die moorden. Met die afgehakte koppen en weet ik wat dan. Ja, dan zou... Ja, maar dat was ook zo een hele... Moet kunnen. Ik vind gewoon, dat moet hij weten. Maar het kutte is dan wel dat het voorbij komt. Dan heb ik liever dat er een waarschuwing is zoals op Instagram. Voor van graphic content. Ja, dat je het gewoon aankan klikken. Ja, ik zit er niet... Ik vind dat hij moet kunnen plaatsen wat hij fucking wil. Ja. Maar ik vind wel dat ik gewaarschuwd moet worden. Ja, klopt. Maar dat soort dingen zijn ook wel heel gaaf om te zien. Of weet je, een landmuil trapt of zo. Daar kan ik niet tegen. Ik kan daar niet naar kijken. Nee, ik vind wel dat hij het moet kunnen plaatsen. Maar zit er een of andere feestmuziek hieronder of zo? Er roept zo'n fire en je ziet iemand met een brander een heel dorp lopen. Een of andere gekkigheidje die ze zo. Dat vind ik dan wel weer. Ik moet er zelf ook niet specifiek naar kijken. Want ik ga een druppel bloed op mijn vinger val ik nog om wijze van spreken. Ja. Maar het is, als dat mensen humor is. Mensen, we hebben allemaal vrije dit, vrije dat. We mogen altijd, we mogen geen fuck. Nee. Alles wat we mogen doen, mochten, dat is in kroegen wordt niet meer gerookt. We mogen niet meer drinken. Eerst als je je wijf een beurt geeft, moet je nog belasting gaan betalen per keer dat je erop gelegen hebt. Het gaat toch helemaal nergens meer over? Ik las vandaag een grap van Jim Speelman, zijn comedian. Ik ging stuk, jongen. Hij plaatst sowieso altijd leuke grappen. Dat was... nou weet mijn ex ook eens een keer...
hoe het is om als er wettelijk een afstand bepaald is. Door die anderhalve meter. Geniaal. Heerlijk, weet je. Oh man. Sorry Jim als ik je grap nu een beetje verneuk, maar... Ja, maar het zijn wel leuke dingen. Wat zijn ook, gewoon... Die was echt goed, pik. Gewoon, ja, gave dingen zijn dat. Ja, maar hoe laat is het? Hoe lang zijn we aan het podcasten? Een uur en 10 minuten. Zo, time flies, hè? We gaan een biertje. We pakken een biertje. Ja, pakken en een biertje. Dan ja, na dat biertje gaan we hem afronden. Ja, goed idee. Ik pak hem lekker zelf. Ik pak hem. Het is al donker aan het worden, man. Nee, Michel, dat moet toch gewoon allemaal kunnen, man. Dat bedoel ik. Daar moeten we gewoon naartoe. We moeten gewoon onszelf kunnen zijn. En we moeten onszelf niet te serieus nemen. Ik denk dat het ernaar is schort. En daarom zeg ik zo... Daarom zeg ik zo meteen ook, met die docu en met dat soort dingen. Het zijn leuk omdat er dingen genoemd worden... Die, in het hoofd van mijn neefje nu, doe nou niet. Ja. Niet weer. Het is gewoon, dit moet gewoon lekker... Skon. Ja, cheers. Koffie doen we niet meer aan. Hey. Rijbewijs hebben ze al. Nou, ik denk dat we nog 5 à 10 minuutjes gaan we nog even lekker door. Ja, sowieso natuurlijk. En, ja, misschien gaan we elkaar nog wel laten. We weten niet meer wat er nog meer gaat komen natuurlijk. En absoluut. Ik denk dat we sowieso genoeg raadvlak hebben. Daar misschien de stand-up comedy. Alles begint weer een beetje te leven. Dus je moet bij al een beetje aan het schrijven, of niet? Want je wil weer terug het podium op. Ja, je hebt op het podium steekwoorden, dingen. Het is wel echt wel weer... maar ik leef zo'n onregelmatig leven nu. Gelukkig zit ik bij vrienden nu die hebben een huis gekocht. Daar moet je over schrijven. Ja, dus die houden me bezig. Dus ik word 's nachts wakker. En telefoon. En dan hebben we uitgezet. Dus nu heb ik wel een bloknootje en een pennetje en dan denk je, maar Michel, jij zit op goud. Als jij het podium opgaat, die hele ervaring met paai, dan kun je gewoon een hele set over lullen. 10 minuten, 15 minuten. Ik denk dat in het begin wel leuk is. We zijn natuurlijk nu met wij stonden op onze vriend Rob natuurlijk, die ook natuurlijk hoe onze bekende sterren wonen en dat soort dingen. Die gaat nu een hele theater toe, gaat hij doen. Nou, ja, dat zou deze maand worden. Nou, dat gaat hem niet echt worden, denk ik. Nee, Rob, wat ik Rob. Rob van Vuren heet hij. Nee? Dat is een ring a bell nu? Boven de pagina staat van die meme staat die activiteit van hem naar boven. En daar wil hij dus ook alle kromme dingen, gewoon alles hoe dat geregeld is. Daar wil hij ook een paar. Ik denk als het daar... Ja, jij wil graag gewoon die dark shit gewoon erop kan. Precies. Kijk, en mooi is ook in je stand-up comedy... Zonder eraf gegooid te worden. Precies. En met je stand-up comedy de boel een beetje promoten, zeg maar ook een beetje de dingen op de grens en weet ik veel wat allemaal. Maar dan moet je... Ja, gekkigheid. Zeg maar een speeddate in mortuarium of zo. Gewoon de gekke zieke dingen gewoon erop gooien. Evenementen aanmaken. Mensen ervoor ronselen. Genoeg gekken vinden die eraan meewerken om dat te doen. Kijk nou eens, gaat als een sneeuwbaleffect. Ga eens kijken als mensen dat oppikken in de media. Hoe het ontploft. Mensen geloven toch alles. Want alles wat op Facebook staat... Is waar. Is waar. Ja, ja, ja. Toch, je zegt het ook al. Ik kan mensen alles wijs maken. Ja. Nu had ik er ook weer iets op staan. Dat ik door corona mij eigen opgesloten heb. Heel ander lichaam heb. Zo erg ben afgevallen. Jezus. Waarop die site van jou? Pak die site van jou eens erbij. Is het dat je me niet meer terugkent. Kunnen we die laten zien of niet? Ja, je kan hem laten zien. Daar staat het evenement van Rob van Vuren staat daarbij. En die is ook... Die bekende Nederlanders hoe ze wonen. Die websites hebben hij allemaal. Hij zit ook een beetje in heel BN Nederland. Flemings die kennen hem ook vrij goed, zeg maar. Oh, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad, man. Ja, onze grote vriend natuurlijk. Ja. Fucking hell. Ja, wij waren... Ja, jongens. Wij... We hebben een paar deuken op de over 3 weken. Nou, Creative Dutch had een roast geregeld. De roast of Johan Vlemmings. True. Wie is Johan Vlemmings? Zoek maar even op YouTube. Johan Vlemmings, de grootste fan van het Koningshuis. Ik geloof dat hij de... Sorry Rob, je promotie gaat helemaal... Meeste deelnames aan... Daar komen we zo op terug, Michel. Yeah. Ja, 10 minuten kan ook 15 worden. Ja, is ook wel meeste deelnames aan... Talent als even in de lucht. Ja, kijk, dit is Johan Vlemmings. Pak even de... Ja, daar is hij. Hij weet altijd weer een hit te scoren. En in zijn... Talent ter Zee in de lucht. Maar ja, Talent ter Zee, gewoon jurylid. Hij is hier nog geweest. Hij heeft er al mee gedaan. Hij is aan alle kanten is hier... Ach, pak maar eens gewoon de bovenste. Gewoon het paar seconden. Hier rechts. Dit is trouwens in zijn eigen huis. Villa Vlemmings. Minimalisme. Oh, deze heb ik nog niet eens gezien, joh. Nee, geweldige gozer. Nou, Poont, jouw vrienden. Oké, okay, nou, doe maar weer weg. Ja. Nou, dat is Johan Vlemmings. En Johan Vlemmings is gewoon een soort van... de dorpsgek van Nederland. Maar dat is hij helemaal niet. Hij is echt geen domme jongen. Die heeft het gewoon allemaal goed voor elkaar. Maar
We zouden de roast doen en Creative Dutch. Ik wou dat ik met zijn netwerkje kon ruilen. Ik denk dat het toch wel... Dat heeft het goed voor elkaar toen we daar in die villa waren. Maar goed, de roast bij hem thuis in zijn eigen zwembad, in die woning. Ja. Het zwembad was leeg natuurlijk, daar hadden we stoelen neergezet. We hadden een aantal roasters. Chris van der Ende, beste comedian van Nederland natuurlijk. Trouwens, ja, als je wil gaan schrijven, als je je set, ga naar Chris. Ja. Die kan je zo erg op weg helpen. Hoe heet het? Chris zou het presenteren. Wie waren de roosters? Firoza is een influencer. Ja, Rob Staal van Pont. Ja, die was wel goed. Maar er waren ook weer een paar afzeggers. Rolf Tangel, pornoacteur. Ja, want Barbie was er ook. Ja. Heb jij nog een foto meegenomen? Lieve meid, man, Barbie. Die was in het echt. Ja, klopt. Leuk, ben ik. Gekke Petertje was er ook. Die van mij van Holland werkte. Ja, ik jou een paar weken. Ja, die twee, daar zat ik bij. Daar zat ik bij. Ja, ik heb ze later nog naar de auto toegebracht. Dan had je nog de Nederlandse Angelina Jolie. Oh, hoe heet ze? Ja. Van Temptation Island. Ja, had ze Temptation, ja, leuke grietjes staat. Tom Staal, uiteraard. Vond ik een van de beste roosters. Ja. En King Alert. King Alert zijn rooster was ook goed, man. Ja, ik kon hem niet, maar het zit natuurlijk een beetje in de gaming en het jongere genre wat hij heeft natuurlijk op YouTube. Die doet het ook. Groot kanaal op YouTube. King, goed, dus... gewoon, ja. Die was er dan bij, maar hij heeft zich wel een hele leuke... Hij had een leuke rooster, want hij moest beginnen. Ja, maar ja, we moeten nu vanaf september moeten we nog steeds op wachten. Dus ik hoop dat ze de boel wel een beetje nu... Volgens mij gaan ze naar Creative Dutch. Creative met F. Dutch. Op YouTube. Creative Dutch. En hij had het georganiseerd. Nou, wat is daar gebeurd? Ik heb er een podcast met Firoza. Zij was een van de roosters. Heb ik een podcast mee. Podcast 7 of 8 of zo. Dat was dat kleine gietje met die krullen, toch? Ja, zeker. Maar fantastisch. Opvallende kleding en zo. Ja, nou, voor de mensen die het niet weten. Emiel Raterband is goed bevriend. Met Johan Vlemmings. En Emiel was benaderd door Chris, mij en Creative Dutch. Wij zijn met z'n drieën naar Emiel Raterband geweest thuis. Om hem over te halen om naar die roos te gaan. Nou, dat is gelukt. En ik zei nog tegen ze. Weet wie je binnenhaalt met Emiel. Die heeft een heel groot ego. En ik zei, slijt er zo je schoenen vanavond. Weet waar je aan begint. Maar je wil natuurlijk ook een grote naam binnen hebben. En dat was gewoon de grootste naam. En ja, als mensen echt willen horen wat er gebeurd is, dan verwijs ik naar de podcast waar ik met Firoza naar plaats. Ik praat, dan zal ik die hier aan koppelen. Ik zal het kanaal van Creative Dutch eraan koppelen, want daar op een podcast praatte Chris van de Ende en Creative Dutch erover wat er echt daarna... En natuurlijk een of andere YouTube ook nog even aan koppelen. Ja, natuurlijk jouw YouTube, eens, heb jij daar dingetjes van die rooster op staan of niet? Wij hebben wel dingetjes gefilmd, zeg maar. Maar ik heb dat nog ergens opslag staan. Of wij dat konden plaatsen, daar is toen wel gesprek over geweest. Maar hetzelfde vond ik natuurlijk wel grappig dat die Creative Dutch anoniem wou blijven en dat hij in één keer in een duivelspak stond. Nou, ja, man, was grappig. Ja, was het eerste... Maar niet handig. Nee, het was het eerste met dat postuur. Dus nou, 1-1 wist je al gelijk wie het was natuurlijk. Dat was heel grappig. Laten we... Je weet gelijk wat ik bedoel. Het was wel heel leuk. Maar ook hoe die gasten erop zitten. Ook met die bewerkte filmpjes. En weet ik veel wat. Hij liet daarna zijn speech liggen. Die heb ik ook maar meegenomen. Ik heb hem hier nog voor je liggen. Ja. Ja, het was wel op zich het was wel heel leuk. Ik heb hem al weggepleurd. Ja, het was super goed georganiseerd. Sorry voor het langdradig. Emiel Raterband ging tekeer. Had eindelijk rechtszaak afgelopen en zo. Ja. Riep dingen op die roost waar hij later, denk ik, spijt van had. En hij houdt die roost tegen. En volgens mij zijn ze er nu een beetje uit. Heb je wat gevonden, Robin? Maar kijk, op een gegeven moment is het wel leuk, hè. Maar elke rooster was over dezelfde tegen hem en een bitchje natuurlijk, hè. En wil je op een gegeven moment wil je natuurlijk ook wel eens een keer iets origineels worden. Dus op een gegeven moment was hij qua emotie, vond hij het ook niet meer zo fijn, geloof ik, als ik hem goed had begrepen. Ja, dit is... Sorry, praat door, ik ben eventjes... Nee, zoek maar op. Praat door. Ik ben ook hartstikke nieuwsgierig wanneer het allemaal gaat komen. Maar in ieder geval sowieso met die Rob Furus natuurlijk, wat ik al zei. En waar wij het net over hadden natuurlijk, om met dat hele paaigedoe, om dat bij Rob nog een beetje mee te gaan trekken zometeen. Kijk, ik wou natuurlijk pas bij jou komen nadat de laatste rechtszaak was geweest. Nou ja, dat is natuurlijk nu weer uitgesteld. En ik denk dat het... Dankjewel, lief dat je bij mij wilde komen. Ja, maar ik kan wel een jaar wachten tot na kerst. Dus ik weet niet hoe lang het nu gaat duren. Het heeft bij mij genoeg on hold gestaan. Ik denk dat het daar leuk is dat ook mensen die geïnteresseerd zijn, die dus daar even komen om het daarover te hebben. Maar ik denk... vind ik ook fijn. Ja. Geef mij een goed gevoel dat je zegt van, ik doe dat. Ik ga dat bij jou doen, want ik vind... dat geeft mij als mens, een persoon, het is leuk dat dit er gewoon ook al staat. En jij natuurlijk ook nu in de basis gewoon erbij zit. Is natuurlijk heel gaaf. En je weet nooit weer wat het allemaal weer toe kan gaan leiden natuurlijk in de toekomst. Dus dat is het programma van Creative Dutch. Ja, klopt.
Knakken promoot mij nooit. Maar goed, maakt niet uit. Mij boeit het niet. Hoe heet het? Daar ga je dingetjes over vinden, over de roast. En daar vind je ook de podcast met Chris van Rennen, waar ze alles van de roast uitleggen. En wij oude lullen moeten gewoon, kijk, je moet één ding gewoon, dat zijn we alweer natuurlijk. Kijk, hun focus zich op een heel jong publiek natuurlijk. En dat zie je natuurlijk zelf ook al met die, op die games, die Paul natuurlijk. Ja. Hoe heet hij nou ook weer? Wat zijn nou ook weer? Wat is de artiestennaam nou ook weer? Hij ging als eerste roosten. Paul heette die? Nou, kom op. King Alert, Paul. Ja, precies. Ja, die zat natuurlijk gewoon als eerste. Maar dit zit allemaal op de jonge volk. En ze lopen hem allemaal belachelijk te maken. Maar dat jonge volk, ja, wie zit de hele dagen op de YouTube? Die gast had een goede roast. Ik heb hem daarna nog gesproken. Ja, maar dat bedoel ik. Zij luister, gozer. Want hij had alles zelf geschreven, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja, Paul van King Alert had alles zelf geschreven, jongen. Ja. En dat vind ik knap. Hij gaat er maar staan. Ik wist niet dat die twee elkaar ook konden eigenlijk. Ik en Johan ook al best wel weer een tijdje, zeg maar. Ja. Beetje vlotgenoten, omdat hij natuurlijk ook een beetje in hetzelfde schuitje als mij had gezeten. Maar ik wist ook niet dat hij bepaalde mensen daar ook weer van... Dat ik kon hele King Alert afgemaakt. Maar ik kijk ook niet dat soort dingen natuurlijk. En het is wel heel leuk om nu tegen... Ik zou hem wel eens graag op de podcast willen hebben. Want het is wel een leuke ik denk dat ik veel van hem kan leren. Zeker op... Hij doet dingen op het internet. Zeker, maar ik ben altijd van mening, je moet wel doen wat je... Kijk, blijf bij je leest. Ja. Dat is wat ik zei over die comedians ook. Jongens, je hoeft niet per se content te plaatsen. Kijk, morgen doe ik bijvoorbeeld mee aan een comedy roulette. Dat is dan een jongen die heeft iets opgezet, Sander. En die doet dan via een telefoonverbinding. Dat vind ik dan weer leuk. Ja. Een soort van praten. Dus ik zit ook weer een uitdaging voor mezelf in. Ja. Maar dan denk ik, oké, ik hoef het niet te doen. Maar dan gaan jullie live of zo, of jullie filmen? Ja, dat ook, is volgens mij, wordt het gewoon gefilmd. Yeah. En ik heb zoiets van, maar weet je, die gast, die onderneemt iets. Yeah. En de eerste heeft hij gemaakt. En die, hij was vrolijk in die app, dat weet je, die heeft 105 views. En dan denk ik, ja, ik zou ook blij zijn. Kijk naar mijn podcast. Ik zeg altijd, de eerste mensen die op de podcast kwamen, daar ben ik super blij mee. Yeah. En weet je, dus ik ga meedoen, ook om hem... Zijn initiatief te supporten, weet je. Klaar, ja, dat is gewoon goed. Dat vind ik ook leuk, kijk, ongeacht als hij... Juist als je... Wel, ja. Dit soort dingen moet je gewoon af en toe blijven doen. Om gewoon mensen ertussenuit te pikken. Om daar gewoon die soort gekkigheidjes mee te doen. En dat soort dingen hou ik me eigenlijk ook altijd wel aan bevallen. Ik vind het wel leuk. Zeker met die jonge gasten. Maar ja, een heleboel dingen kunnen ze ons nog wat leren. Zeker met techniek en dat soort dingen. Dat merk ik ook. Nou, we krijgen een vriendelijke blik erop. Nou ja, dat we dankbaar zijn dat je er bent. Ja, zeker. Kijk, of straks met mijn banden niet leeg gestoken zijn. Wat moesten we opzoeken? Rob. Ja, stond op die main pagina van mij, zeg maar. Van Facebook. Ja, van Facebook. Daar staat hij bij dan, bovenaan. Dat is dan een evenement. En hij gaat dan, ja, daar heb je hem. Oh, dit heb ik wel. Showbiz expert, Rob. Ja, hij zit ook met de story in de privé. Hij zit overal middenin met fotografen. Hij kent ook echt iedereen. Dus hij gaat dan zelf, gaat hij een eigen dingetje doen. Hij had ook kaarten beschikbaar gesteld door mensen van de voedselbank of zo met een laag inkomen. Dat er ook gewoon, als er mensen zijn die wilden doneren, zeg maar, dat hij dan 40 of 50 mensen gewoon erin kon. Maar ja, alles ligt nu een beetje on hold. Dus dat is eigenlijk best wel jammer. En die wou ook eigenlijk dat ik kwam daar, want dit is dan de eerste. Ja, als dit heel leuk ontvangen wordt, wil hij dat door het hele land. Je weet nooit wat eruit komt. Ja. Maar hij is met dat hele paar gebeuren wel betrokken geweest. Ik denk voor mezelf, ja, weet je, ik denk dat ik me op een gegeven moment... Maar is dit een online event dan? Nee. Dit is gewoon in een theater in Beverwijk wordt dit gegeven, zeg maar. Dus omgeving Amsterdam is dit. Daar gaat hij dan naartoe. Terwijl hij er zelf ook helemaal niet vandaan komt, volgens mij. Dat is dan... Is goed. Heb je die hele theater, heb je daar afgehuurd. En dan geeft hij een hele show. Maar ook met dingen... Online, hij staat in het theater. Ja, maar met al die BN'ers, hij gaat allemaal met alle disputen die hij met BN'ers heeft gehad. Want hij heeft met die in de clinch. En dan gaat hij gewoon open en bloot, gaat hij erover communiceren. En ook over, dat wil hij dat hele paai mee, hoe hij daar tussen gestaan heeft. En hoe ik erin zat, zeg maar. Dus zo heb je allemaal BN'ers ook. Dat is 17 april. Dat is morgen. Ja, dat is 17 april. Dat is, maar ja, dat morgen. Gaat niet verschoven worden. Dat gaat hem niet worden. Want ja, al die corona... Oh shit, ik dacht dat het... Smiesje, ik zat helemaal fout. Sorry, Pik. Oh, je denkt dat het een virtueel iets of zo? Ja, dat dacht ik. Nee. Dus dit gaat verzet worden. Ja, dit gaat verzet worden sowieso. En dat is eigenlijk wel een heel leuk ding. Maar hij wil dan ook, om theater een beetje te vullen... Mensen van de voedselbank die nooit ergens komen... Wil hij dan ook een leuk avondje willen geven... Met wat BN'ers en wat dingen erbij. En daar wou je mij dan met het hele paai gebeuren ook bij aanwezig. Dus dan ga ik er zelf ook heen, zeg maar. Ga je ook iets doen op het podium? Ja, ik geloof dat dit in de eerste instantie wel de bedoeling is. We gaan eerst even een beetje freewheelen, zeg maar. Maar ik heb wel een beetje voor mezelf de keuze gemaakt. Kijk, het is ongeacht wat ik nog ga doen. Ik denk op een gegeven moment dat het wel een beetje klaar is. Ga 2-3 minuten, man. Ja, dat is leuk. Zo moet je altijd beginnen als ik kom hier 2-3 minuten. Het is leuk om het even tussentijds in te gooien. Als een soort van tena lady reclame. En dan gewoon, gewoon lekker door te komen. Maar alles op pennen, man. Je moet er niet te veel in blijven hangen. Je moet natuurlijk de Google bereikbaarheid. Je mag je natuurlijk wel al bedanken door deze hele flauwekul. Terwijl we al best wel hoog stonden.
Maar het is op een gegeven moment, het is, als je alleen maar dat ziet, als je op Google kijkt. Ja, man. Op een gegeven moment dan loopt de deur hier letterlijk door de broek van ik ben er wel gewoon helemaal klaar mee, gewoon eigenlijk. Dat is een goede afsluiter. Ja, goede afsluiter, precies. Klaar mee, we gaan hem afronden. We gaan hem afronden, opdrinken. Hey, maat, ik ben top dat je bent gekomen. Ja, aangenaam. Top, elkaar gezien. Was leuk. Ja, we gaan zo nog even een biertje doen. Die nemen we even mee. En misschien staan we volgend jaar wel op het podium samen, ja, weet jij het? Komt goed. Zorg dat je 8 minuutjes hebt. Dat is al heel wat. Als je 8 minuten hebt, dan gaan we hier. Ja, het zal weer. Het is weer eventjes de oude grens hier over, maar staat weer. Gelukkig heb ik weinig schaamte meer over en alles. Dus het gaat wel. Gaat goed. Wat kan nou nog misgaan? Je hebt alles al. Het is al kut gegaan. Ja, je krijgt geen deurwaarder op mijn dak hier. Precies. Dak. Van de kale eend. Kale eend kun je niet plukken. Dat ey, bedoel ik. Robin. Ja, ey, Mies, eendenvanger. Dankjewel, we gaan eruit, man. Het was top. Dankjewel, tot de volgende keer. Let's go, yeah.